staat er voor meer vlaag. Zijn spuiten? Nee. Kijk eens alsjeblieft. Had je verder nog iets nodig? Kan ik er niet meer krijgen? Je kan er nog een paar bij kopen. Ik ga toch op werkweek naar Ierland? Naar Drenthe, dacht ik, hè? Drenthe? Ja, Drenthe. Oh. Leuk, toch? Hebben ze daar ook huifkarren dan? Ja. Oh. Maar ik heb er meer nodig. Nou, dan kun je ze bijkopen. Ja, geef ze maar 10. Heb je 5 gulden voor me? Nee, kan je toch een Koos vragen? Nou, weet je, als jij het nou een Koos vraagt... Als jij 5 gulden aan Koos vraagt, want je hebt nog tijd genoeg, dan kom je nog een keer... Oh, dan vraag ik het aan Koos. Ja. Bel jij hem dan op? Nee, moet je zelf even regelen met Koos. Je kan hem toch opbellen? Nee, moet je echt zelf even... Ja. Hoe is hij? Piet, zie je hem niet? Hoe is hij, Piet? Piet is een makkelijke naam, hè? Ja, lekker, hè? Ja. Dankjewel. Koos? Ja? Ik heb geen verwijsbriefje gekregen. Ik ben nog niet in de buurt, Piet. Ik zou een verwijsbriefje krijgen en die heb ik niet gekregen. Je moet er bellen. Luister even naar mij. Je zou er moeten bellen. Je gaat even een nummertje trekken en... Je gaat even in de wachtkamer wachten, zoals altijd, ja? Ja, maar ik heb extra nodig. Domme kop. Wat heb jij? 16. Ik ben een uitverkorene met nog een paar anderen die ook uitverkoren zijn. De God. Eigenlijk meer door de overheid. Die zien ons toch als een soort proefkonijnen. Ze gebruiken ons omdat ik gebruik. Je zou mij kunnen zien als een proefkonijn. Proefkonijntje. Waarom ben je dan niet gelijk getrokken toen je binnenkwam? Je moet niet zo lopen fucken, jullie. Godverdomme. Move is yours. Kom op. Mag ik lekker gaan drukken? Ga je drukken, wat bedoel je? Waar? Ik ga lekker drukken, in Den Haag. Dag Koos. Koos, ga zitten. Drukken in Den Haag, wat bedoelt hij nou? Hij gaat leren drukken in Den Haag. Waarom gaat hij niet gewoon hier drukken? Of buiten drukken? Waarom gaat hij in Den Haag drukken? Ik heb een baan voor hem geregeld, de staatsdrukkerij. Daar gaat hij werken. Oké. Hey, ja? Ga maar naar binnen. Trek maar een nummertje. Heb je schone spuit bij je? Nee, ik dacht dat ik een verwijsbriefje daarvoor moest hebben. Maar ik heb geen verwijsbriefje gekregen van me. Die heb je toch niet nodig? Ik heb het niet meegekregen. Ik heb geen spuit gekregen. Je hebt geen spuit gekregen? Nou, dat krijg je van mij. Nee, ik heb er wel één. Ja? Maar ik wou er meer. Ik wou meer spuiten voor de werkweek. Maar die heb ik niet gekregen. Maar ze zouden nog over bellen, want daar moest ik voor betalen, Koos. Ja, maar voor de werkweek... Moest ze 5 gulden betalen ervoor ineens. Is dat nou? Even rustig, Piet. Voor de werkweek... Krijg jij van mij een formuliertje dat jij... Ja, dat wist ik toch niet. Nee, maar dat had je me niet gezegd. Koos. Hé, wat doe je daarmee? Mag ik even zien? Die heb ik geleend van een vriend. Ja, geleend, kom. Ja. Laat even zien. Dat hoef je nou toch niet meer te doen? Je krijgt het hier alles. Hij is geleend. Hij is niet van mij. Van wie is hij dan? Hij is geleend van... Frank. Ik ga er zo meteen even nakijken. Dit hoef je niet meer te doen, ja? Ja, Koos. Er is nergens voor nodig. Heb je de schone spuit bij of niet? Die heb ik je net gegeven, okay. Ja. Wel er even bij blijven. Nee, ik heb echt niet gezien dat je meer had gelegd. Ja. Je ziet wel meer dingen. Heb je je werk af? Ja. Ik heb 1 sprookje geschreven en 2 gedichtjes. En er is in gekrast, maar hoe heet dat meisje wat het uittypt, die begrijpt het wel. Ik heb dingen uitgekust. Niet spuiten. Ja, die krijg je zo. Hey.
Hartstikke goed. Je moet even het volgende nog tekenen. Ja, Koos. Voor de sociale dienst. Ja, Koos. En woon je nu officieel samen met Rosita? Koos, Foos, Doos. Eens kijken naar mijn pennies. Alsjeblieft. Koos van Gent en Loos. Ja, teken nou maar even, Piet. Even je hoofd erbij houden. Waar zijn die tekeningetjes die je bij die teksten zou leveren? Die had Rosita nog niet af. Nou, dan moet Rosita... Morgen krijg je de tekeningetjes, Koos. Morgen is de deadline, ja? Ja, deadline, Koos. Oké. Hier heb je je spuit. Doe je het zelf of moet ik het voor je doen? Ja, en ik ga het in mijn been doen, want mijn arm doet een beetje zeer. Hier heb je een watje. Yes, clean it up, man. Alsjeblieft. Gaat het? Het vrije verstrekkingsproject is nu ongeveer 5 maanden bezig en het loopt behoorlijk. We hebben 8 verslaafden die in het project zitten en Piet is behoorlijk zelf werkzaam. Hij moet dan ook een stukje inleveren, gedichtjes en sprookjes. En daarvoor krijgt hij dan weer zijn shotje, zeg maar, elke dag. Kijk, alleen verstrekken van heroïne en voor de rest er niks achter zetten, zeg maar, dat heb ook genut. Het is de bedoeling dat we die mensen ook weer in de maatschappij terugbrengen. En het wordt ook bijgehouden. Ik moet ook bloed laten prikken of ja, ik wel... Dan kunnen we dus zien of je... Of ik er niet bij neem. Ja. Maar ik neem er niet bij omdat de kwaliteit hier gewoon veel beter is. Als hij er dus bij zou nemen, dan ligt hij ook uit het project. Bij voldoende aan hetgeen wat hij hier krijgt. Die straatkick, die moet hij dan missen dan maar. Dat is niet anders. Nee, daar heb ik toch geen last van. Ik vind het niet erg om het hier te doen. Ik heb toch geen last van junkie behavior. Zo. Rosita is ook gebruikster. Dat is een vriendin van hem. Via de sociale dienst hebben we geregeld dat hij nu officieel samenwoont. Dus dat moest hij even tekenen. Rosita zit dus niet in het project. Dat is best wel eens lastig. Dus daarom moet Piet altijd hier naartoe komen. Dan krijgt hij hier zijn heroïne of cocaïne verstrekt. En dan kan hij het ook hier gebruiken, want anders zou hij het inderdaad mee naar huis gaan nemen. Dan zou hij het kunnen delen met Rosita. En dat is dus niet de bedoeling. Ja, nee, ik weet daar meer van. Ik weet daar meer van. Ik weet meer dan dat jullie denken daarover. Ik weet daar meer van. En hij weet er ook van. Als. Maar hij weet niet wat ik weet. Dat weet hij dan weer niet. Hij weet heel veel. Hij weet heel veel. Ja. Mag ik nu weg? Dan loopt hij weg. Dan loopt hij weg. Ik ben geen chronisch gebruikster. Ik gebruik alleen het weekend. Ik hou het in de gaten. Het is nou toch woensdag? Ja, het is toch vuilniszakkendag? Het is nou dan toch geen weekend? Nee. Dan ben je toch ook geen weekendgebruikster? Ik ga dit weekend even niet gebruiken. Oh, dit weekend ga je niet gebruiken? Daarom zit ik nu ook in een dip, in een flow. Ik heb Rosita leren kennen in het trefpunt. Op het trefpunt. Praatcafé Trefpunten, dat is een ontmoetingsplaats voor gebruikers. Van stichting Humanitas.
Stichting Humania. Het is van Stichting Humania. En die subsidiëren dat. Wat? Die subsidiëren dat. Dat is toch iets met de derde wereld? Humanitas. En ze zat vast. En toen heb ik haar geholpen. Ja, ik zat vast. En sindsdien zijn we samen. Ik zit altijd vast. Ze zat met de tas. Hij zat ze aan de stoel vast en ze kwam niet los. En toen heb ik haar geholpen. Ja, toen heb jij me vrijgemaakt. Losgemaakt. Dat is goed, hè, Pietje. Om me los te maken, hè? Hij heeft mijn leven gered. Echt waar. Ik ben... Illustratrice. Kinderboeken-illustratrice. Ik doe het voor Piet allemaal. En voor de Bijbel. Ja, God zit in jezelf. Soms. Nou, moet ik drogen. Piet, is er nog vla? Ik weet wel dat er iets is. Maar wat dat is... Dat weet ik niet, maar wel dat God er is. Maar wat het is, weet ik niet. Maar ik weet wel dat het wat is. Alleen ik weet niet wat het is. Kinderboeken, Bijbel. Kinderbijbelboeken, niet Bijbelkinderboeken. Kinderbijbelboeken, illustratrice. Kinderbijbelboeken? Ja. Kinderbijbelboeken. Rosita, de kinderbijbelboeken, illustratrice. Je moet gaan werken, Piet. Hé, Pietje, uitverkoren, hè. Sta eens op. Ga je koffer pakken, man. Ja, maar zien jullie elkaar elke dag? Hij woont hier, mag je wonen. Maar dit... Ik woon niet bij jou, jij woont hier. Dit is mijn huis hoor. Jij woont hier. Dit is mijn huis. Nee, dit is jouw huis. Anders ga je er maar uit! Dit is mijn huis hoor je net. Wie verzorgt jou? Wie doet de boodschappen? Vuilok? Smeerlop? Zou je hem missen als hij in Drint is? Kan je hem wegbrengen? Ik ga hem wel naar de bus brengen. Hoe lang blijft hij weg? Een week. Einde week. Dat zou toch al in de winkel liggen? Ja, dit zou in de winkel liggen. Dit is deel 1. Dit zou nou in de winkel liggen, toch? In de winkel. Ja, nou. We zijn bezig met deel 2 al. Rosita heeft deel 2 in de handen. Deeltje 1, dat ligt zometeen in de winkel. Oh, echt. Echt in de winkel, echt. Een grote koop voor iedereen. Echt de koop. Oh. Dit wordt echt een best wel klapper, ja. Hoor. Hij is geweldig wat Piet doet, dus een... Ja, met toetelen zou je weinig zeggen. Thunderbirds, here we go! Ja, Piet heeft het helemaal in zich. Ja. En is het niet een soort sensationeel trekje daar aan een junk schrijft een boek en dat moeten we nou ineens allemaal kopen? Ja, deel van het publiek zal dat in eerste instantie aangrijpen. Maar ja, als ze het boekje helemaal in handen hebben gelezen, dan zien ze gewoon dat Piet kwaliteit heeft. Het is absoluut eerlijk, helder, recht aan de gang. En dan met de tekeningen van Rosita erbij, het is prachtig geheel. Rosita? Pietje die... Daar moet je mee om kunnen gaan. En dan zie je wat het oplevert.
Dit is een parba, een mamatje, een vlekje. Kijk het. Je kunt allerlei zachte tinten met water, hè? Dat loopt gewoon. Kijk, kijk, kijk. Dan laat ik een vlek vallen hier middenin. Kijk wat er gebeurt. Nou, bij de problemen gisteravond met Harry van jullie hier. Nou, what's going on, man? Lucy, ik kwam niet van ons. Harry, it came from here. Also, that I had a window broken. Yeah. Did you dump it out back there? There's rats now and everything. Hey, ik spreek gewoon Nederlands. Ja, je kan gewoon Nederlands met mij praten. Je zei al twee keer. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. Er was er eens, niet eens zo heel lang geleden, een mannetje en dat heette Pietje. Maar Pietje was heel ongelukkig. Hij was toen hij klein was in de steek gelaten door zijn mama. Heel alleen liep hij door het grijze oerwoud. De mensen noemen dat de grote stad. Het regende en het was koud. En Pietje had pijn. Pijn in zijn buik. En hij had honger. Toen werd hij aangesproken door een oud meisje met korstjes op haar wang. Die ze stuk gekrapt had. Er kwam zelfs een beetje bloed uit. Doet je wang geen pijn? Vroeg Pietje. Nee, zei het oude meisje. Ik voel helemaal geen pijn. En mag ik even naast je komen zitten om mijn panty op te hijsen? Pietje schrok een beetje, want hij zag dat het oude meisje geen onderbroek aan had. Die ben ik onderweg ergens verloren, geloof ik, zei ze. Terwijl ze in haar plastic tas van Dirk van der Broek zat te rommelen. En ze zat een beetje krom en ze viel boven Pardoes op Pietje. Auw! Dat deed pijn. Nu was Pietje nog verdrietiger. Wacht maar, ik heb wat voor je. Een prikje, zei het oude meisje tegen Pietje. Het is een toverprikje. Als je daarmee prikt, dan voel je geen pijn meer. Dan kom je in een feerlijke sprookjestuin waar alles roze is. Zei ze, terwijl ze zich prikte. Maar ze prikte zich niet aan een spinnenwiel, maar aan een injectienaald. Want het was geen echte prinses, maar een straatprinses. Parels van zweet op haar voorhoofd, dat was haar kroon. Vlieg met me mee, zei ze. Doe maar, Pietje, prik! Pietje begon een beetje te twijfelen, omdat het oude meisje heel raar met haar ogen begon te draaien. En er kwam kwijl uit haar mond. Kom, zei ze. Ga met me mee op reis. Hier kan je alles krijgen wat je wil. Echt waar, vroeg Pietje. Alles. Ook mijn mama. Ja, zei de straatprinses. Kom maar. Ik ben je mama en ik heb troost in de aanbieding. En toen prikte Pietje zich met een grote spuit.
En was zijn sprookje voor altijd uit. Hard door het hele land reist. 24 uur ja, gaat hij. Om zijn as. Maar hij draait om zijn as heel hard door een zwarte duisternis. En wij reizen mee. Waar naartoe? Jij gaat naar Drenthe toe. Ga je naar? Ga maar niet. Aanvragen binnen voor informatie en reserveringen. Dagelijks worden zowel korte als langere ritten uitgevoerd, waarbij materiaal en manuren zo efficiënt mogelijk ingezet worden. Hetgeen uiteraard ook in het voordeel van de opdrachtgever is. De drie zoons waren inmiddels alle in het bedrijf werkzaam. Trouwerijen, zelfs met arresleden, taxi- en ambulancevervoer, begrafenissen, kortom, verzorgd transport van de wieg tot het graf. Ja, uit. Welke knop was het nou? Deze twee. Hier, dit zijn geen knoppen, dit zijn schuifjes. Oh, schuiven dan. Oké. Op de slaapzak staat een naam. Ja, wacht even, als het goed is. Kijk, ja, dankjewel. Dat is wel mijn uitkant. Dan heb je een ander pak. Kun je spullen inlaaien? Wil jij hem volzetten daar? Ja. Ik hou hem in de gaten. Als we daar voor allemaal even wachten, lopen jullie mee? Gaat lekker of niet? Voel je me een beetje goed? Blijf maar even rustig staan, zo. Even genieten van de omgeving. Ik heb de wereld bij me. Oh, mooie wereld. Dat is een mooie wereld. Ja, die wereld die jij in je hand hebt. Ja.
Wat is het, Piet? Ik moet eruit. Waarom moet je eruit? Ik moet eruit, ik moet naar Rosita toe. Wacht maar even, blijf naar Rosita. Ik moet terug naar Rosita. Nou, ik moet terug! Ah, Pietje! Het was het voorjaar van 94. Ik wist toen dat er iets niet helemaal in orde was. Ja, ik weet niet hoor, maar zoiets voel je dan. Dus het was een jaar of 12. Iets ouder. 12 jaar en 4 maanden. En ik dacht dat het wel weer kon. Mooi weer. Ik was ervoor gaan zitten. Ja, een beetje uit de wind en... Ik dacht, dat gaat goed en ik had het niet in de gaten en op een gegeven moment was ze weg. Daar. Niet bij die kleine bomen, maar bij die grotere bomen. En ik was speciaal niet naar de kinderspeelplaats gegaan en die is daar. Want daar is het, ja, te druk. Je kan,
Ik kan het niet terugdraaien. Nou, ja, roepen, roepen, zoeken, roepen. Ik denk dat ze een minuut of 20, 25 is ze weg geweest, heb ik lopen zoeken. En toen kwam ze weer terug. En ik heb thuis niks gezegd, ik heb niks tegen Bouke gezegd. Ik dorst niks tegen Bouke te zeggen wat er gebeurd was. Ik zei tegen Ger, er is iets met dat kind. Er is iets aan de hand. Ja, en zoiets voel je ook. Ja, wat gaat er door je heen op zo'n moment? Ik voelde me schuldig. Ik voelde me ontzettend schuldig. Ze was al een keer eerder zwanger geweest, hè? Toen het eigenlijk nog kon. 7 jaar geleden ja, is dat nog. Ja, 7 jaar geleden is dat. En toen was er ook iets misgegaan. Dus... En dat was een hele nare geschiedenis. Dus dat liep toen fout af. Ja, dus toen hebben we ook besloten dat we ons erbij neergelegd, zeg maar, als het ware. Dat we met haar nooit kinderen zouden krijgen. En daar heb ik mij toen ook wel... Dat hadden we geaccepteerd, ja. dat zo was. Ja. Alleen ja, dan hoor je ineens weer zwanger. Dus ik was volkomen verbijsterd. Dat had ik ook niet meer op gerekend eigenlijk. Maar... En aan de andere kant was ik toch ook heel erg blij. Ik was ook heel erg blij. We waren allebei heel erg blij. Weer zwanger en dan denk je, nou, misschien deze keer toch. Ja, je denkt zoveel dingen. Deze keer toch. We hebben een afspraak om 11:15. Meneer, ga met brokken de thee. Ja. Dan is dat fijn. Ja. Moet ik u een kopje koffie geven? Lekker, ja. Lekker. Cappuccino? Cappuccino, ja, voor mij. Ik wil graag een espresso. U een espresso. Ja. En een gebakje erbij. Zachtetorten, slagroompunt. En wat is dat? Nee. Dat zijn onze speciale hondengebakjes. Oh, dus die kan ik niet. Nee. Kom maar. Ik vind, zoals je er nu over praat, dan komen er momenten terug die je toch niet helemaal verwerkt hebt nog. Dus dan komen er weer momenten naar voren waarvan je denkt, dat is ook allemaal gebeurd. En daar sta je niet bij stil, dat er zoveel gebeurt. Met je, met ons. Koffie, cappuccino. Dubbele cappuccino. We hadden geaccepteerd dat ze niet meer zwanger zou worden en dat we geen kinderen zouden krijgen. Dat hadden we geaccepteerd. En dan toch Als weer. Als het zo is, dan... Daar gaat hoop toch in eerste instantie een grote rol spelen. U kunt daar naartoe. Hallo. Dit is Fanny. Dit is Fanny. Ja. Fanny. Komt u verder? Ga maar. Zo, zet hem zitten. Dat vindt ze niet leuk. Beetje bang, hè? Nee, huis. Kom maar, Fanny. Zo. Hè? Hebt u een temperatuurlijstje gemaakt? Ja, ze heeft, 's ochtends is het goed en dan na 2 uur krijgt ze verhoging. Welke temperatuur? Nou, boven de 39, 39,5, 39,8. Ze eet wel goed hoor. Dat is veel drop en dan prak ik dan wat gekookte hart door. Drop? Ja. Ja, toch voelt het niet goed aan. Ik denk dat we een foto moeten maken. Ja. En dan is de kans dat ze opgenomen moet worden. Daar moet ik u wel voor waarschuwen. Dus hier in de kliniek opgenomen. Ja. Zo. So.
Blijf maar. En wie van u tweeën wil erbij blijven? Er kan er maar één bij blijven. Kan er maar één bij blijven? Twee, ja. Zeg jij het, zeg jij het maar. Achter de schermen. U bent in dezelfde kamer. Jij mag erbij blijven. Blijf ik erbij? Ja, jij mag erbij blijven. Liever dat de man er ook bij blijft. Gaat u achter het scherm staan? Ik zal ook een loodschot. Ik hou Fanny er even vast. Zo. Nee. Zo. En hier onder dat lichtende venstertje houden. Zo. Leg maar zo dwars. Doe maar toch maar dwars. Zo. Ja. Dat is goed. Zo. Nou. Ga je ook even weg in? Mm-hmm. Zo. Klaar. Dat was het. Zo, we gaan de foto nu ontwikkelen. Ja. Zet hem maar rechtop. Zo. Goed zo. Goed gedaan. Zo. Nou, de foto is gemaakt. Nu moet u dus woensdagochtend mij even bellen voor de uitslag. Woensdagochtend? Ja. Oké. Okay. Ja. Maar hij belde dinsdag in de namiddag, op. En ik was gelukkig thuis. Ik werk sowieso alleen de ochtend. Dus we waren allebei thuis. En dokter Keller zei, ze moet naar het ziekenhuis. Ja. Acuut worden opgenomen. Dus van de ene op de andere minuut. Moesten we naar het ziekenhuis. Ik ben met de ziekenauto meegegaan. Ja. Ik ben met haar meegegaan. En ik zei, laat mij de spullen bij elkaar zoeken. Onze pyjama's, tandenborstel, alles moet mee. Zodat we dus bij haar konden blijven. En dan kom ik met onze eigen auto. Zo hebben we het gedaan. Nou, en dat ging helemaal niet goed. En ze moest extra zuurstof krijgen. Er was iets met de zuurstofapparatuur. En de broeder die meereed, die wou haar niet mond-op-mond beademing geven. Want hij had in de papieren gelezen dat Fanny 3 jaar geen inentingen had gekregen voor de ziekte van Weil. Omdat ze dat niet kon hebben in verband met de nieren. Dus die wou er geen mond-op-mond beademing geven. En toen heb ik dat zelf gedaan. En ja, kans op besmetting. Dacht ik op dat moment niet over na. Ik denk toch alleen aan Fanny. En in het ziekenhuis op de intensive care kwam ze weer bij. En de neus werd nat en ze werd een beetje levendig. Dus we dachten, het komt goed. Ja. Het ging en ook het goed. Het ging ook goed. De eerste 3-4 dagen ging het goed. Ze at wel niet zoveel. Hè? Ze at slecht. Ze wilde ook geen Engelse drop meer. En toen, de 4e dag, toen werden we bij het medisch team geroepen. En toen vertelde dokter Keller dat door dat tijdelijke zuurstofgebrek, dat er iets met de foetus aan de hand... Ja, wat, dat wisten ze niet. ...bleek te zijn. Maar dat er iets mis was? Ja, iets met het hoofdje. Maar wat er met dat hoofdje was, dat konden ze niet vertellen. Maar er was iets. Er was iets mee. En ze wisten niet wat. Maar er was iets. En toen moesten wij beslissen. Ja, dokter Keller zei, u moet beslissen of opereren. En dan zou de baby het niet halen, zeker niet halen. Of afwachten. Met de kans dat de baby meer levensvatbaarder zou zijn. Maar of Fanny daar doorheen zou komen, dat was onzeker. Want die was heel erg zwak. Ja. En wat moet je dan doen? Nou, daar sta je dan. Beslist u maar. Daar komen we het op neer. Zegt u maar. Hoe? Ik kan me nog herinneren dat ik stond te huilen. In de gang daar. En ik wou alleen zijn. Ik wou gewoon oplossing niets. En Ger kon ik ook helemaal niet om me heen verdragen. Die wilde een arm om me heen slaan. Maar dat kon maar ik had toen ook iemand nodig. En ik had ook het gevoel dat ik moest kiezen tussen 2 kwaden. En ik wist het gewoon niet meer. Ik had toen ook iemand nodig. En bij mij kwam weer heel erg sterk die schuld opzetten dat het allemaal mijn schuld was. Ik moest de verzekeringspapieren laten zien.
Of dat allemaal in orde was. Nou, dat was allemaal in orde. Het is, we zijn allemaal goed verzekerd met alle extra's. Dus dat was geen probleem. En toen hebben we besloten, om maar af te wachten. Ik weet het niet. Als we het niet weten, dan wachten we. Moeten. Ja, dubbel. Dat is een heel dubbel gevoel. Aan de ene kant krijg je alle steun en alle hulp van de mensen uit het McDoggy-huis. Prima. En aan de andere kant wordt die afstand groter. Je weet niet wat je te wachten staat. En je wil zo dicht mogelijk bij haar zijn, nog dichter bij haar dan anders. Ik vroeg of ze niet 's nachts bij ons op de kamer mocht. Dus in het McDoggy-huis. Zodat we niet om en om naar het hoofdgebouw hoefden. En dat kon. Geen enkel probleem. We mochten er ook zelf voeden. Maar ja, ze ligt toch achter zo'n plastic scherm. Ze wil niet eten. Kijk, ze is hartstikke moe. Kijk, nou valt ze toch even weg. Ja, ze is hartstikke moe. Nou slaat ze toch slaap. Nou, het was vrijdagnacht. Jij lag te slapen en toen ging het alarm af. Paniek. Dus ik moest meteen naar het hoofdgebouw opereren. Als Fanny geopereerd zou worden en in ons achterhoofd wisten we natuurlijk wel dat dat ons te wachten stond, dan zouden we meehelpen opereren. Ja, dat hadden ze ons geleerd in het McDoggy-huis. Daar werk je dan aan, samen met anderen, dus met lotgenoten, mensen die in dezelfde situatie verkeren als wij. In groepsverband. Oefen je dan? Doe je een, we hebben droog, oefen je dat natuurlijk, een acute keizersnee. Dan weet je precies hoe het moet. Als je dan. Ze leggen het allemaal precies uit. Maar op het moment zelf is het toch heel anders. Is anders. Ja. Nou. Jullie zijn er klaar voor? Ja. Dit is de mild. Dit is de mild. Hola. Pas op. Ik zag ineens dat snoetje van die baby en daar ging ik. Het werd me gewoon te veel. En gelukkig goed gevallen. Ja, dat is het eerste wat ze leren op de cursus, dat je goed valt als je onderuit gaat tijdens een operatie. Net als met skilessen leren ze je ook eerst, is ook het eerste wat je leert, goed vallen. Dus ik kwam goed terecht en ik kwam weer bij. Ze hadden hem op de röntgenkamer gelegd. Wat is dit klaar? Lief. Wat is dit klaar? Wat is het? Het is een meisje. Ik moet ze nu weer meenemen. Ja. Ze moet in de couveuse. Ja. Achteraf bleek het maar een kort moment geweest te zijn, maar voor mij leek het een eeuwigheid. Het was zo'n warm en intens moment. Als... Ze moest meteen naar de couveuse. Ja, ze moest meteen naar de couveuse. Maar voor mijn gevoel leek het een eeuwigheid. Heb ik een heel lang. Zijn wij heel lang samen geweest. Ze was zo klein. We wilden van tevoren niet weten wat het was. Dat kon natuurlijk wel, maar dat, ja, we dachten, dat merken we wel. Dat wouden we niet maakt, weten. Maakt ons ook absoluut niet uit of het nou een reu of een teefje was. Nou, ik had eigenlijk wel heel graag een meisje willen hebben. Teefje. Een teefje. En toen kwam alles achter elkaar.
Dokter Keller kwam eerst naar jou. Ja, hij kwam naar mij toe en hij zei, loopt u maar even met mij mee naar uw man. Nee, dat zei hij niet. Dat was het. Hij zei tegen mij, loopt u maar even met mij mee naar Ger. En toen wist ik het. Want het was de eerste keer dat hij jou bij je voornaam noemde. En toen voelde ik al dat er iets niet goed was. Dat er iets mis was. Nou, door het zuurstofgebrek en de nieren en de te hoge leeftijd zou Fanny er niet meer bovenop komen. En het medische team had besloten om ons het advies te geven om de behandeling stop te zetten. Maar wij moesten beslissen. Euthanasie. Dus wij moesten beslissen. Of we het zelf wilden doen, of dat de dokter het zou doen en als hij het dan zou doen, of wij daarbij wouden zijn. We moesten erover nadenken. Ja, nou, dat hadden we niet geleerd op de cursus in het McTokie-huis. En ik zag ook nergens folders. Wel een folder, een folder over hond dood, nieuw begin. Maar geen folders over euthanasie of zo. De arts kwam nog langs met koffie. En hoe doe je het? En cognac kregen met we erbij. Prik, hele met grote pillen. Bellen cognac. Heb ik zo in mijn koffie gegooid. En het was stil, het was heel laat. Er was niemand meer. Dr. Keller was de enige die. Het maakte wel een beetje wien en melange-achtig, maar toch ook wel weer anders hoor. Dat... En we zeiden niks tegen elkaar. Dat kwam dan waarschijnlijk omdat er geen slagroom in zat. Bouke zat schuin voor mij, ik kon je gezicht half zien. En ik had voor mezelf al de beslissing al genomen. Maar ik dacht, dit kan Bouke, kan nu op dit moment die beslissing niet nemen. En ik wou een teken hebben of zo, hè, dat ik de juiste beslissing genomen had. En dat ik Bouke kon overtuigen. En toen begon het TL-licht, dat ging aan en uit. Dat begon te flikkeren en dat ging steeds langzamer en het licht viel uit. Ja, het licht ging uit. En toen zei ik tegen Bouke, kom, we gaan het licht uitdoen bij Fanny. Nou, dat hebben we toen gedaan. We hebben het zelf gedaan. Nou, je weet wat je doen moet. Ja. Ger hield er vast. En ik heb de vloeistof toegediend. Ja? Zo, ja. Langzaam. Ja? Heel langzaam. Zo. Ik merk daar haast geen verschil. Oh, ik wel. De pieptoon. Ja, maar die werd snel uitgezet. Ja. Heel goed. En toen kwamen ze nog heel lief met een kopje koffie. Ja. En toen was onze lieve Fanny dood. Het dringt niet tot je door. Het dringt gewoon niet tot je door op dat moment. Nou, en toen kregen we te horen dat de baby van Fanny abnormale groeistoornissen had. Veel te klein. En er was iets met haar hoofd. Een te groot hoofd. Waterhoofdje. En... We gaan nu naar huis. Dat zeg ik. We gaan nu naar huis. Ik wil nu naar huis. Toen knapte er iets. Bij Bouke. Die begon te schelden en te slaan en te schelden op mij. Ik kon er niet troosten, niks. Ik was de schuldige van haar verdriet. Ik werd heel goed opgevangen. We kregen een gezinspsycholoog toegewezen van het Dirk McDoggy-huis. We mochten kiezen, een man of een vrouw. Ja, en ik wilde... Het had jou niks uitgemaakt. Het had mij niks uitgemaakt, hoor, een man of een vrouw. Ik wilde per se een vrouw. Frida. Ze was heel lief, hè. Toen we binnenkwamen, het eerste wat ze zei, van willen jullie koffie?
En de verzekering die dekte haar. Sint-Benaertsfonds. Ja. Stond erachter. Ja. En we hebben heel goed met haar gewerkt. We hebben gewerkt aan het verwerken van ons verwerkingsproces. Ja, om ons verdriet te kunnen dragen. Ik heb gewerkt aan het feit dat ik me niet zo schuldig hoef te voelen. Dat ik me niet schuldig hoef te voelen. En ik moest vooral leren om kwaad te kunnen zijn ook. Mijn boosheid over Ger moest ik leren uiten, zodat ik opnieuw ruimte had om de kleine Fanny te accepteren. Een soort pup-acceptatie. Ja. En bij elkaar. Om weer wat meer van elkaar te kunnen genieten ook. Om daar ruimte voor te maken. Ja, weer een beetje te voelen. Ja. En ze heeft me van mijn koffieverslaving afgeholpen. Ger had een kistje gemaakt, roze. Ja, had ik niet zelf gemaakt hoor. Het kistje dat zou vergoed worden door het Sint-Bernard-fonds. Er was een maatschappelijk werkster, die heeft ons geholpen en die heeft een subsidieaanvraag ingediend. En er waren heel veel bloemen. Maar ik vond het standaardkistje vond ik niet mooi, dus dat hebben we toen geschilderd en dat kon allemaal. Dat was geen enkel probleem. En ik heb heel veel foto's gemaakt van de begrafenis. Dat had Frida. Frida, ja, die psycholoog van het McDoggy-huis, die had tegen mij gezegd van doe dat. Dat is goed voor het verwerkingsproces. Maar nou sta ik zelf niet één keer op. Nou, we wouden geen toespraken. We wouden jullie er daarom ook niet bij hebben. We hebben het echt zelf gedaan. Ja. Met Frida. Ja. En die begon, toen het kistje zakte, begon ze te zingen. Uit zichzelf. Spontaan. Een Surinaams kinderliedje zong ze. Dat kon ook heel mooi. Ja. Later nog gevraagd wat ze gezongen had. En dat was een Surinaams kinderliedje over een poesje. Ja. Dat ja. Klonk prachtig. En we zijn nog met haar, daarna zijn we met haar uit eten gegaan. Ja, dat werd ook vergoed. Vegetarisch restaurant. Het werd allemaal vergoed door het Sint-Bernard-fonds. Daar had ze allemaal voor gezorgd. Ja, zij betaalde de rekening. En toen hebben we daar koffie gedronken, maar dat was van die namaakkoffie. Eikeltjeskoffie. Voor een rolstoel, voor een hondenrolstoel. Ah, nou dat kan, ja. We hebben even wel het modelletje waar u al bij staat staan. Dit is een elektrische, hè? Dat is een elektrische, ja. En zijn deze nog in andere modellen ook? Of? Elektrisch heb ik hem eventueel alleen maar in deze uitvoering eventueel een slagje groter. Hoe wordt die bediend? Hoe? Er zit in principe een chip in die op stemgeluid werkt. Dus het is een kwestie van, die wordt ingeprogrammeerd, die reageert dan op uw stem. Ja, ja. En? En hoe hard gaat hij? Hoe hard loopt hij? Loopsnelheid. Dus in principe gewoon de snelheid die u ook loopt. Ja, ja. Alleen als hij op afstand moet komen, dan met een fluittoon die u geeft, geeft hij een extra snelheid waardoor hij wat sneller op u afkomt. Dit lijkt me niet echt prettig zitten zo. Nee, de stoel wordt bekleed. Oh. Dus er komt een stukje bekleding in, wat zachtere bekleding in, maar die zoeken we afhankelijk van wat u zelf wil, zoeken we die uit. Ja, ja. Daar hebben we wat kleurenstalen voor. Oh. Zal ik er even bij pakken? Misschien hebben ze dit ding ook nog in andere kleuren. Want er ruikt wel een lerenbekleding of stoffenbekleding. Ik vind het stof wel leuk, maar het is zo onpraktisch. Dan moeten we in een zeiltje op. Leer neemt makkelijk kracht. Als het vuil is, kun je leren zo afnemen met een natte doek. En hij loopt op batterijen? Hij loopt op een oplaadbare accu. Ja. Dus er zit een laadsysteempje bij. Dus en hoe lang kan je daarmee wandelen? Dan heeft hij een actieradius van 30 kilometer. Dus dat houdt in dat u een dag of drie kunt wandelen. Als u hele lange wandelingen maakt. Ja, ja. Oh, dat is wel leuk. Na 10 weken mochten we er weer mee naar huis nemen. Ja, dat ging heel formeel. Ja. Ik moest formulieren invullen en ik had die handtekening had ik nooit moeten zetten. Want nu zijn wij verantwoordelijk. En anders was de overheid verantwoordelijk geweest. Die had dan alle kosten moeten betalen. We wilden er weer Fanny noemen, maar omdat ze altijd zo klein zou blijven. Maar
dachten we dat Vanneke toch wel beter was. Nou, er is geen één verzekeringsmaatschappij die ons wil helpen. Maar uiteindelijk noemen we het toch Fanny. Er is geen één verzekeringsmaatschappij in Nederland die gehandicapte honden in de polis opneemt. Nee. En dus hadden we geen spullen. Het McDoggy-huis kon ons ook geen spullen uitlenen. Nee, zeker geen rolstoelen. Nee. Het Prins Bernhard Fonds hebben we nog gevraagd, maar die vergoedt zeker geen elektronische rolstoelen. Wel incontinentielui. Ja, 60% worden die vergoed. Nee, ja, 40 dacht ik. Maar ja, goed. Ja, als de overheid ons niet wil helpen, wat verwachten ze nou van ons? Nou, het belangrijkste is dat het heel goed gaat met Fanny. Ja, ze reageert lekker, hè? Fanny? Fanny, kom eens. Kom. Kom eens hier. Dag, lieve schattenbout. Is de muis? Hier. Hier is de muis. Hier is de muis. Pak de muis. Doe maar. Pak hem maar. Pak de muis. Ja, we hebben echt het idee dat Fanny een zo normaal mogelijk leven kan leiden. En het gaat goed. We zijn dankbaar. En we zitten een beetje te wachten op haar eerste looptijd. We moeten niet op de zaken vooruit lopen. Het zou heel erg goed voor haar zijn, hè, om dat ze een nestje krijgt. Ja, dokter Keller zegt dat het kan. Ja, ja, ja. Maar of wij het aankunnen, ja, ik weet het niet. Financieel dan, hè? Ja, we zien wel. Ja, papa de pop. Zo, veeg maar af. Je moet ze zo ver mogelijk zelf laten doen, hè? Wird erkannt, mir scheint, dass irgendwie doch stimmt, dass nur der Mensch sich schlecht benimmt.
Wer beginnt nicht einzusehen, es kann nichts geschehen, es darf nichts geschehen. Lieber Herrgott, du bist tüchtig, drehst den Globus sicher richtig, lässt die Welt nicht untergehen. Lieber Herrgott, danke schön. Zeggen vaak, tijd heelt alle wonden. Ja? Ja. Maar de littekens, die draag je altijd met je mee. Helemaal. Je neemt de lepel, de onderkant van die lepel moet je ook nemen. Zo. Nou, dan moesten we zo meteen maar eens even de zolder onderduiken, hè? Opduiken. Zo, het is bijna op. Nee, meer. Wil je nog? Nee. Is het op? Ja. Is het op de pop? Ja, pop. Op de pop. Op de pop. Zo, veeg maar af. Moet ze zover mogelijk zelf laten doen, hè? Hier, kijk. Kan ik ook niet meer aan. Nee. Het is echt blond. Het is een, ja, wat is het? Een fretje. Fretje, geloof ik. Ja, zielig toch, arme diertjes. Wist het toch niet? Ik wist dat niet. Je wist het toch niet? Nu weet je het, nu weet je het. Nu kan je het niet meer aan. Nu durf ik de straten niet meer mee op. Met dat bond dingetje. Nee, dat was... Het is hier, moet hier ergens liggen. Oh, hier. Dit is het, geloof ik. Ja, hier. Kijk, een hele doos vol. God ja, zeg. Oh, kijk. Hier. Hier. Met Josephine. Is er ook niet meer. Hier. Oh, hier. Ja, ik heb hem. Nou. Dit was hem. Johan. Johan Blank. Ja. Yeah. Hij sprak me aan, hij vroeg de weg in het Nederlands. Gebrekkig, maar toch. En was op de binnenweg. Waar nu de blokker zit. En... Ik wou zeggen, immer geradeaus. En dan de verkeerde kant op wijzen. Want dat deed iedereen toen, te saboteren. Althans, dat had ik van mijn moeder geleerd. Die zei altijd dat ik dat moest doen.
Ze vindt het nog raar dat ze daar geen lintje voor gekregen heeft. Enfin, ik wil dus ook automatisch mijn hand de verkeerde kant op wijzen. En zeg hier me geradeaus. En hij keek me in mijn oog. En ik wijs zo de goede kant op. En toen lachte die naam. Ja. Hij had een hele ontwapenende lach. Ja. Hij heeft gefilmd. Hij heeft even... Er zit een oud filmrolletje. Maar ik heb niet zo'n lumière apparaat, dus... Als jullie er wat mee kunnen, de stad heeft er dingen gefilmd. Waar was dit nou? Waar was dit nou? Dat is toch waar nu de HEMA zit, of niet? Ben ik nou? God, ja. Dat is die, er is veel opgenomen daar bij het gezin waar hij geïnterneerd was. Ik weet niet hoe ze heten. Nou, gelukkig maar voor die mens, want hij had veel extra bonnen aan die mee, hè. Ja, dat was een verjaardagsfeest. Het was leuk daar, hoor. Nou! Kijk daar! Dat was een ja. Daar zit ik. Ja, daar nu. Lekker ongedwongen was het allemaal. Was leuk. God, ja. Het was een hele zachtaardige man. Ja. Een stuk ouder hoor, dan ik was. Hij werd ook maar gestuurd. Hij zat ook maar te wachten tot het allemaal voorbij zou zijn. Hij werkte op het gemeentehuis. Hij deed iets met distributie of zo, maar hij wou het er nooit over hebben. Hij had het nooit over zijn werk als ik hem vroeg. Hij wou het niet over hebben. Wel iets hoogs hoor, want hij kon vrij nemen wanneer hij maar wou. Ja. Hij wou met me trouwen. Happy days are here again. Ga je te snel? Are here again. Happy days. Happy days are here again. Hij adoreerde me. Hij adoreerde me. Hij nam ook vaak extra dingen voor me mee. Hè. Soms nam hij voedselbonnen voor me mee. Maar ja, daar kon ik niks mee. Wat moest ik daarna mee? A, er was niks meer te krijgen. En B, ik kon ze niet thuis laten zien omdat ze dan gingen afvragen hoe ik eraan kwam. Ze wisten het niet thuis. Ik heb niks verteld. Weet u, in die tijd ging alles stiekem. Iedereen deed alles stiekem. Alles gebeurde stiekem. Ja, ze kunnen veel over me zeggen, maar ik deed het niet stiekem. Ze vroegen er gewoon niet na thuis. Ze lieten me op gang gaan, ze vroegen niks. Ik weet ook niet hoe het gelopen zou zijn. Als ze het geweten hadden, dan was het waarschijnlijk anders gelopen. Laat het is een beetje verdoofd.
van onderen. Ze laat het allemaal lopen. Ze hier laat het hier ook hoor. Is ook niet meer. Niet meer wat het geweest is. Ik kan er niet meer alleen laten. Het gaat niet meer. Ik moet er altijd bij blijven. Geef je beker maar. Maar geef die beker nou. Zeg, maar wordt het niet eens tijd voor de pedicure? Doe maar, geef die beker maar. Je hebt het weer koud laten worden. Was al koud. Ja, het was al koud. Je baboe gaat hoor. Je baboe warmt het wel weer op. Koud. Zo heerlijk weer buiten, hè? Ik wist het niet. Toen het te laat was. Ja? Toen wist ik. Je eigen dochter. Je eigen dochter. Zet dan maar die kat van de buren er weer. Ze is achter het gordijn te koekeloeren. Er zijn zulke typische mensen wonen daar. We moeten bij u houden. Nou. Daar woonden Joodse mensen. Vreselijk, hè? Je wist het niet. Je wist het toch niet? Daar ook. Daar woonden ook Joodse mensen. Ja, vreselijk. Er was op een gegeven moment niks meer. Er was geen gas, er was geen licht. Er was geen stromend water als het vroren. Soms zat het washandje aan de wasbak vastgevroren, zegt het kon je breken. Nou, geen eten. Er hing op een gegeven moment geen schilderij meer aan de muur. Persen waren weg. Tafelzilver, de sieraden, weg. Niks meer was er. Het huis was heel leeg, vochtig, heel liefdeloos. Ik was er toch? Ja, jij was er. Ja. Zij was er. Je bent er nog steeds, hè? Ja. Ze is er nog steeds, maar is er nog steeds. Ja. Ja. Maar waar hadden we het nou over? Kaal. 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 Ja, heel kaal. Heel lief. Het huis was heel liefdeloos. Ja. Boom. Wat een keuze. Boom. Hij is aan de wassenhokkie. Zo lepen. Poep. Aan het rukken. Poep. Aan het rukken. Boem, boem. Aan het rukken. We hadden op een gegeven moment hadden we een groenteveldje gemaakt in de tuin. Althans, mijn vader. En ik had konijnen, een paar konijnen in een konijnenhok. Nou, die waren op een gegeven moment ook verschwonden, hè? Zullen we maar zeggen. En wie dat gedaan had, ja, dat weet ik niet. Ik denk het mijne van, maar ze hadden er natuurlijk geen briefje bij gehangen. Die oude was Schouten. Hè? Die oude was Schouten. De Schoutentjes verschuilen aan de overkant. Die oude van Schouten. Ja. Maar hoe kom je daar nou bij? Die waren dat niet. Nou, wie dan? Ja,
Wie dan? Dat wil jij toch niet horen. Oh, beschouwd. Dat wil jij toch niet horen. Dat hoef ik niet te horen. Dat, nee, dat wil je niet horen. De oude ze me dat. De sch- ja, 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 ja. Ja, nou zeg, en op een gegeven moment pakte vader het schilderij van de muur. En hij zei, ik neem jouw fiets. Dat was nog een goede fiets met banden. De mesdag. In daar. En ik zei tegen hem, nee, 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 niet de mesdag. We hadden beloofd dat de mesdag niet het huis uit zou gaan. Dat is een prachtig schilderij, ja hoor. Kranten door hem heen. In die leren jas. Topte die hem voor zijn borst. Het hield de wind mooi tegen. Hij ging naar Noord-Holland naar de boeren. Maar die boeren die wisten het wel hoor. Die kozen eieren voor hun geld. Maar laten we daar niet over beginnen. Het was een prachtig schilderij. Het was een, ja, zo'n schilderij. Het was een vissersdingetje. Van die, scheepje met figuurtjes ervoor. Het was heel mooi. Boetende vrouwen. Ja, ja het waren figuurtjes die net aan het repareren waren of zo. En dat was in dat, ja, in dat prachtige ochtendlicht was het geschilderd. Een beetje mauve. Het was toen al een kapitaal waard. Boetende vrouwen. Ja, boetende vrouwen. Ja, boetende. Boete, boete, boete. We hebben je gehoord, maar het hangt er niet meer. Het is weg. Boetende vrouwen. Ja. Hij had het geruild voor een halve mut aardappels en een gerookte spek. Katen spek. Een gezouten spek. Net als gerookte spek. Gezouten spek. Er was geen gerookte spek. Maar... Het was gerookte spek, je hebt het niet eens gezien. En ik was aan het woord. Ik ben wat aan het vertellen. Gezouten spek. Het was gerookte spek. Gezout. Je hebt het niet gezien, want vader kwam zonder aardappels en zonder spek thuis. Gezouten spek. Nou, en na een dag of vijf kwam vader weer terug. Ik zag hem aankomen op mijn fiets. En ik kende de maas niet meer terug, zeg. Zo vermagerd was hij uitgeput. En hij keek me aan en van die ogen. Soms kon hij me zo aankijken met van die ogen. Dan zei hij niks, dan keek hij alleen maar. En ik vraag aan hem, en? Nou, toen schudde hij zijn hoofd. Hadden de Duitsers, die hadden die halve mut aardappels en die spek van hem afgepakt. Ja, zegt ik zelf. Dus ik ren naar buiten. Ik was blij dat hij er weer was. En ik vlieg hem in zijn armen en ik hoor ineens krak. Hoor ik. Krak. Had een aantal eieren in de voering van zijn jas had hij zitten. Dat hadden de Duitsers niet gevonden. En toen ik in zijn armen dook, toen zijn al die eieren gebroken, zeg. Op één na, geloof ik. Nou, dat was natuurlijk. Fout. Fout? Fout. Is het fout als je laat zien dat je van iemand houdt? Mijn vader die stond hier, waar ik nu sta, met die jas. Hij stond een beetje voorover gebogen, met die jas zo. En mijn moeder hier op de knieën ernaast. En dat ijsstruif, dat liep uit de voering van die leren jas. En ze waren allebei dat ijsstruif uit die jas aan het zuigen. Zie je het nog voor me? Ik kwam de keuken binnen en ik zie ze hier zo staan en ze keken me aan. Maar ze keken me ook weer niet aan. Ken je dat? Ze keken me aan als een soort schieren keken ze me aan. Heel naar. Ik ben bezig, het komt eraan. Thank you.
Ze wenkt, mijn vader die wenkte me nog. Om ook mee te gaan zuigen. Er brak iets in me. Ik wou dat niet. Ik wou het niet meer. Nou, toen ben ik weggelopen. Ik kon het niet meer. Ik kon dat niet aanzien. Ik wou dat niet. Ik was jong. Ik had goesting. Die vloog over naar Duitsland. Tik, 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 tik hoorde je dan. En als ze stopte, als je geen getik meer hoorde, dan moest je uitkijken. Want vielen ze naar beneden, hè? Dan hoorde je suizen, dan moest je uitkijken. Joke Vlieland. Ja, ben je uitgeteld? Joke Vlieland uit de Bentingstraat. Ja, ben je uitgeteld? Volgens mij heb je je vergist, hoor. Nou. Ja, je zat ernaast. Nee. Joke Vlieland, god ja, leuke meid. Van vroeger. MMS, zat ermee op de MMS. En Joke Vlieland was ook fout. Wat bedoel je daar nou mee met ook fout? Haar ouders waren fout. Hè? Zij was niet ook fout. Even deze kant nog maar. En hij nam ook wel kousen voor me mee. Nou, die waren een fortuin waard toen, zeg. Ja, maar die kon ik ook niet aan. Zeker niet thuis. Iedereen tekende in die tijd met potlood, hè. Met potloodstrepen op hun benen. Het was surrogaat in die tijd, alles. De koffie, de thee, alles was surrogaat. Nou. Ja. Alles was surrogaat. Behalve mijn liefde voor Johan. De deur van mijn winkel open. Ik had in die tijd nog mijn eigen fournitureszaak. Ik had een mooie zaak, hoor. Ik was gespecialiseerd in borduurzijde. En ik zie op die deurmat een brief liggen. En ik zag meteen aan het handschrift dat die van Johan moest zijn. En ik maakte de brief open en het kwam erop neer dat hij schreef van... Je bent van me bevrijd, schreef hij. Hè? Wat zeg je? Foute boel. Ja! Heb je al gezegd, foute boel. Het kwam er gewoon op neer dat de vogel gevlogen was. Ik kon het niet geloven. Ik wou het niet geloven. Dus ik liep meteen naar het gemeentehuis toe. Ik wou hem zien, ik wou hem spreken. En ik merkte wel dat er wat was op straat, toen ik op straat liep. Maar wat er was, wist ik niet. Maar ik wist wel dat er wat was. Er was iets. Maar wat er was, wist ik niet. Maar er was wel wat. En
En ik kwam daar bij het gemeentehuis aan. Nou, daar is het gebeurd, samen met nog 3 andere vrouwen. Ik dacht, nu maken ze me dood. Ze doden me. Ik ben niet kaal geknipt. Ze trokken het eruit. Ze hebben mijn haren eruit getrokken. Het is eruit getrokken door de vrouw van de polier. Waar nu die traiteur zit. Mijn vader die heeft het niet overleefd. Die is een paar dagen na de bevrijding is die naar de andere zijde gegaan. Hartaanval. Ja. Hij heeft het nooit tegen me gezegd, hardop. Ik was hem voor. Had hij het maar gedaan, was het uitgesproken geweest. Hij stond bovenaan de trap. We waren alleen thuis. Maar die was er niet. Die was naar een vriendin. Nee, die was naar de zangclub. En we waren vreselijke ruzie aan het maken. Vreselijk, om niks. Ik weet niet eens meer waarom. Ik geloof om een wasrekje dat hij beloofd had om op te hangen. Dat had hij nog steeds niet gedaan. En op een gegeven moment kwam het er allemaal uit. Ineens kwam het er allemaal uit. En ik zei tegen hem, zeg het dan. Zeg het dan hardop. Je dokter is een moffenhoer. Je dochter is een moffenhoer. Zeg het dan. Hij strekte zijn armen uit en hij gooide zijn hoofd in zijn nek. Alsof hij wou uitvliegen. En hij zei niets. Hij zei niets. Nou, die nacht is die overleden. Dat was dat. Ze zeiden tegen mij, uw dochter heeft een goed hart. Het zou alleen gekookt op haar rug moeten hangen. Ja. Het duurt wel leuk, hè, dit. Links, rechts. Wat is jouw betere, wat is jouw beste oksel? Well, maybe. Which oksel is the best? This one? I think that side is perfect. For me, that side is perfect. But I want to make sure that Patty is feeling comfortable with it. She has got to do it. So if you want the right side, she can decide which side she wants. Okay. Yeah? Yes. Okay.
Nou, qua architectuur is het centrum uit en de agglomeratie komt in. Ik voorspel dat de agglomeratie één groot centrum wordt. We gaan niet meer in therapie, maar we worden gewoon weer met z'n allen protestant, gereformeerd, dat soort dingen. Wat nog meer? Tempo is uit. Fast, fast, fast is uit. En we gaan weer lekker mellow, slow met z'n allen. Iedereen die houdt zich bezig met morgen, maar ik heb het over beyond tomorrow. Het grote verschil is dat ik het over een totaal andere morgen heb dan waar de stylisten en modegoeroes het van nu over hebben. Kijk, morgen is overmorgen gisteren en gisteren is of vergeten of het wordt geschiedenis. En geschiedenis herhaalt zich. En daar ligt de essentie. Dat is mijn boodschap. Ik zie mijzelf toch als een soort kruideniertje. Ik kan bij mij één grote boodschappentas vol boodschappen halen. Ik ga ook altijd minstens één keer per week heel primair onderzoeken naar wat er te koop is. Zowel cultuur als commercieel. Na mijn studie kunstgeschiedenis en sociologie ben ik bij Saatchi & Saatchi gaan werken. En ik ben in 1989 ben ik voor mezelf begonnen. En mijn bureau is nu meer een soort adviesbureau. Wij verzamelen en onderzoeken de hypes van nu en we filtreren daar de basics uit. Om instellingen of personen of producten de juiste richting op te sturen. Ik heb een enorme diversiteit aan cliënten. Zo, nou jullie zijn er vroeg bij, zeg. Hi, is er nog iets voor me binnengekomen? Ja. Die dia's als het goed is, hè? Hi, Rudolf. Hi, hi. Hoe is het nou met je moeder? Ja, goed. Ze heeft uiteindelijk toch besloten om het allemaal zo te houden, ja. Hi, nou, Rudolf. Hi. Is dat een hele verandering voor je, hè? Ja. Oh, ja. Dit is goed. Telefoontje van Peter Struiken en Gert. Of je even langs Rob wil lopen. Ja. Oh, is het af? Nou, hij twijfelt. Hij twijfelt, oké. Zeg, mag dit in een drijfvaart? Twijfelt. Hoi, Rudolf. Hoi. Rob twijfelt. Nou, daar kopen we natuurlijk helemaal niks voor. Wie lang twijfelt, zal weinig presteren. Wie zei dat nou ook alweer? Was dat die Goethe? Rob. Die bistro-krul, vind ik. Ja. Ik twijfel eraan. De plaats is uit. Daar is internet voor in de plaats gekomen. De elite blijft thuis. De proletariaat, ja, dat vliegt zich helemaal suf. En niet eens meer naar Spanje. Waar gaan ze naartoe? Vietnam, Cambodja, Tibet. Daarom vind ik dat het nieuwe logo van Martin R. dat meer de Margrietkant op moet, hè? Ik heb gekozen voor een borduursteek. Toch de Margriet Libelle, de Fleur, de Tina-kant moet Martinair op. Weet het uiteindelijk postpapier? Ik twijfel hierover. Ja. Martin Schreuder heeft net gebeld en hij kan niet komen. Ja, maar ik ga naar hem toe, hij komt niet hier. Nee, Rudolf, hij zal hier komen. En hij komt niet? Nee. Dus het komt erop neer dat Martin Schreuder zelf niet bij die eindpresentatie van het nieuwe logo is? Nee, niet deze week. Het is uitgesteld. Ja, nou, dan heeft die eindpresentatie geen zin, want ik wil dat hij er zelf persoonlijk bij is. Ja, maar dat kan niet deze week, Rudolf. Nou, weet je wat? Stuur hem hier deze brief met het nieuwe logo. Vraag wat hij ervan vindt. Zorg ervoor dat zijn vrouw ook het te zien krijgt. En vraag hoe het met zijn heup is. Sorry. Sorry hoor. Het logo is goed. Het papier is niet goed.
Het moet gedrukt worden op dat blauwe, dunne luchtborstpapier. En dat logo dat moet opkomen. Dat moet zo bollend gedrukt worden. Weet je wel? Blind. Blinddruk. He he, dubbeltje is gevallen. Nou, mooi. Ruim de boel op, stop het in een archiefje. En jij gaat door met, hoe heet het nou? Met de Bata, hè? De Bata. De Bata. De Bata. Nou, Laurie Anderson is uit, Pamela Anderson is in. Pamela Anderson heeft toch Marilyn Monroe-potentie. Alleen zou Pamela dan wel binnen drie kwart jaar onder een auto moeten komen. College, hi. Hallo. Hi. Het ziet er goed uit. Wat staat er naast je? Hallo, hi. Where are you from? I'm from Hungary. Is hij honger? Wil hij een koekje? Ik krijg zo wel wat. Gaat het mee? Loopt het mee? Ja, het loopt altijd mee. Lekker die. Patty Brandt die komt bij mij voor een imago-onderzoek. Om te kijken welk merk haar nieuwe tv-seizoen gaat sponsoren. Eerst eens, hoe gaat het met Ray van de Tour benen zijn goed, maar je moet niet geen 3-3 kwart broek aan hebben. Ik bel haar later terug. En vraag aan haar waarom ze die rekening nog niet betaald heeft. Discreet, we gaan door. Wat krijgen we? Ja. Linker of je recht? Well, maybe. Which oxel is the better? I think that side is perfect. For me, it's perfect. For me, that side. Dit zijn mijn belangrijkste cliënten. Dit is mijn stal, zou je kunnen zeggen. Als je goed luistert, dan zou je ze kunnen horen hinniken. Nou, Patty Bright kan erbij. Enig wijf. Ik vind een mooi wijf. Ze is zo veelzijdig. Nou, oh, en die moeten eruit. Viola Holt en minister Wijers, die gaan eruit.
Viola Holt die was bij mij gekomen. Viola Holt die had plannen om met haar Viola Holt BV Imperium de beurs op te gaan. Zij kwam naar mij toe met, hé, hoe pak ik dat aan? Dus ik ben begonnen met een kleurensessie, een kleurreading. En daarin adviseerde ik haar om meer de bruine kant op te gaan. Hè, bruin tint, echt dat diep, diep donkere bruin. Sigarenbruin haast. Ik zie haar toch als de Elisabeth Bas van het jaar 2000. Maar wat doet zij? Zij vertaalt mijn Elisabeth Bas bruin toch naar... naar Saint-Tropez bruin. Daar kan ik niks mee. De roklengte, ja, de roklengte. Ik weet het niet, er is iets met de roklengte aan de hand, maar ik weet niet wat. Wel dat er wat aan de hand is en dat het gaat verschuiven, maar hoe het gaat verschuiven, weet ik niet. Maar wel dat het gaat verschuiven. Maar hoe het gaat fluctueren, weet ik niet. Maar het gaat fluctueren, maar ik weet niet hoe. Nee. Of wanneer. Dat is het enige wat zo onvoorspelbaar is. Roklengte. Ja, ja. Wat wil je? Een raket of een soledo? Doe maar een raket. Nee, geen soledo. Het is tropical. Hoor. Nee, doe maar een raket. Moet ik echt opschieten. We zijn op weg naar Eindhoven. We zijn op weg naar een BPM voor de Zeeuws meisje, Margarine. De Zeeuws meisje, ik doe een faceliftcampagne voor de Zeeuws meisje, Margarine. En het gaat slecht met de margarinemarkt. Oh, 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 oh. Het is angstaanjagend om te zien hoe die markt aan het verschuiven is, hè? Het gaat allemaal richting Havarine of het gaat terug naar de roomboter, ja. Half september stond de productmanager van Zeeuws meisje bij mij op de stoep. Van ja, kan je me helpen? Dus ik zeg tegen hem, nou niets liever, er is voor mij niets heerlijkers dan een klassiek gedegen ouderwetse product als margarine in een nieuw jasje te steken. Nou zeg, dat had ik natuurlijk niet moeten zeggen. Want ja, ho, 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 pas op de plaats. Het logo van Zeeuws meisje, hè, het moest wel hetzelfde blijven. Je kent het wel. Hè? Dat kopje met dat kantenkapje, het moest hetzelfde blijven. Want ze hadden dan via infiltranten weer gehoord dat de Blue Band vast zou houden aan die blauwe band met dat strikje. Zo gaat het altijd. Ze willen veranderingen, maar toch moet het altijd hetzelfde blijven. Nou, ik zeg, ik doe het. Ik ga marktonderzoeken doen en zo. En ik kom weer met een concreet plan. Dat ga ik nu indienen. Maar die slogan, geen cent te veel, gaat voor mij niet op, hoor. Boter bij de vis. In dit geval de margarine. In dit geval de margarine. Welkom voor u liggen de uitslagen van de gehouden marktonderzoek. Ik zou even zeggen, ga nog niet meteen naar de cijfertjes kijken, maar luister even naar mijn inleidende gesprek. Daarna kunt u de tabellen nakijken. Uit onderzoek is gebleken dat de margarinemarkt verzadigd is. Slogans als onverzadigd, vetzuur, cholesterol verlagend en toevoegingen als linolzuur hebben eigenlijk de laatste jaren een averechtse merking gehad op de margarinebranche. Dus het wordt tijd dat de Zeeuwse meid zich op een nieuwe toekomst voorbereidt. Scheidingslijnen zijn aan het vervagen. De consument van vandaag wil niet meer of, maar wil en. Black and white, together. Volgende dia. Dus er zal in die deur van die koelkast meer plaats gemaakt moeten worden voor meerdere producten. En daar ligt de expansie. Daar ligt het gat in de markt waar wij met elkaar mee aan het werken zijn. Daarom hebben wij gekozen voor de campagne Honger naar Lust.
Wij gaan onze boterham insmeren met een stukje van onszelf. Ga niet doorborduren op de hype van dit moment. De androgyne benadering van onze lustgevoelens. Transseksualiteit is op dit moment op een hoogtepunt, dus op haar retour. De consument wil toch weer een duidelijk verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. Plus en min. Het stokje en het gaatje. En wat verrassend is, wat uit de rapport is gebleken, dat sadomasochisme, SM, gezichtsbepalend wordt voor de doorsnee-consument. We spreken dan van het jaar 1998. Ja, dus daar borduren we nu op door. Dat SM het, ja, het gaat worden. De nieuwe campagne van Zeeuws Meisje is gericht op het gegeven dat onder het elan van een gemeenschappelijke broodmaaltijd een opening gecreëerd wordt om ontspannen te kunnen praten over onze seksuele belevenissen. Zijn er nog vragen? Komt er nog een spaaractie achteraan? Dat zit op de rit. Dat zit op de rit, die vraag verwachtte ik al heel gek misschien. Dat zit op de rit hoor, nee natuurlijk. Ja? Okay. Zijn er verder nog vragen? Het is duidelijk hè. Het is heel kloek, heel concreet. En ik hoop werkelijk dat ik een go krijg. We hebben go gekregen! Groen licht. Johnny die heeft de overhead opgeschroefd. Geweldig, dit was echt geweldig. Hè? Financieel, daar moet je jou sorry vragen. Daar laat ik me liever niet over uit. Ja? Ins en outs. Nou, als ik het over ins en outs ga hebben, dan voel ik me altijd gelijk een soort waarzegstertje. Ins en outs. De werkster kan niet meer, want we gaan zelf schoonmaken. In ieder geval, wij hier op het kantoor maken zelf schoon. Dat is een ding wat zeker is. Gebruik gewoon eens met een scheutje bleek, doen we er altijd in. Het ruikt zo lekker fris. Qua eten voorspel ik toch dat we meer, nog meer in de keuken rond gaan brengen. En de magnetronovens en de elektrische spullen gaan weg. Want we gaan gewoon weer lekker met z'n allen wekken. We gaan lekker weer inwekken. Weet je, dat is niet dat de overjarige Charlie's Angel gevoel ja. Heb ik hierbij. Ja. Ja, ik weet het niet, Pat. Ik weet het niet. Ik weet dat en dan weet ik het. Ja, maar jeetje, Mina Rudolf, ik betaal je toch niet om het niet te weten? Mijn laatste geld zit erin omdat ik het niet weet. En dan zeg jij dat jij het niet weet. Ik zit hier toch niet voor mijn plezier, zeg. Ik vind het suggestief en vervelend. Lieve schat! Kijk, die kant moet het op. Rudolf? Ja? Leni Sasha's weer. Nee. Dat is toch een kant waar je heel sterk in uitkomt. Ja, zwak alcoholische dranken vind ik. Ik vind dus of je zegt geen drank, we gaan op de malt. Of je gaat drinken. Of je gaat drinken. Dat past ook wel bij mij. Deo. Ja, ik vind het sterk. Ik ook. Het ligt eraan welke deo we nemen. Ja, maar ik zou dan toch zorgen dat je een hele make-uplijn doet. Je bent meer, je presenteert meer dan alleen. Hier ga je goed. Hier ga je goed. Hier ga je goed, hier ga je goed, hier ga je goed. Dit is het. Voor mij. Voor mij moet je gewoon geen... Niet showy. Juist niet de showy kant op. Je moet meer infotainment. Infotainment, je staat ervoor. Je staat voor infotainment. Ik vind het goed. Een sportprogramma. Je doet een sportprogramma. Alleen, je haar is niet goed. Dan moet je blond. Je moet er blond. Blond? Ja, je gaat gewoon de Pamela Anderson kant op.
Ja, maar... Why not? Why not, Pet? Hoe oud ben je? Hoe oud ben je? 40. Nou, dus, Shop. Wil jij nog een kans maken, dan zul je toch die kant op moeten, lieve schat. Maar ik heb die shop met dat haar al een keer gedaan, dat werkte ook niet. Het werkt wel. Je gooit je tieten de verkoop in en je gaat met je haar op blond. Je gaat een sportprogramma presenteren en je laat het sponsoren door een maandverbandmerk. Moet het echt blond, denk je? Je moet het blond. Ja, goed, dus moet ik. Dat is het! Dat is het! En gezelschapsdieren? Nee. We mogen geen hondje of poesje meer in huis. Die zou me te vertellen een kwartier geleden gebracht hebben. Nou, David Hasselblad heeft gedraaid, hè? Die is goed. Oh, het is die man goed, zeg. Daar is de courier. We hebben toch besloten voor zwart-wit, hè? God, altijd spannend, hè? Oh, het is zo mooi. Het is zo mooi. Niet over. Ach, doe het een goede vrouw mee. Oké, nou. Geen cent te veel. De nieuwe verpakkingen. Komt er nou nog een spaaractie? Komt er nog een spaaractie? Jazeker. We gaan weer gewoon zegeltjes plakken voor een fijne kalender. Nou, is dat puik of niet? En vandaag in Forever Dry Sportjournaal de Europese kampioenschappen figuur zwemmen. En ik ben op bezoek bij Steffi Graven en ze vertelt mij hoe zeker zij zich voelt tijdens haar periode. En in de studio heb ik een gesprek met Betty Steuven, die nu ze wat ouder is, heel openhartig praat over urineverlies. Ik weet het niet. En dan nu nog even twijfel toch. Uitslagen. Ik ga toch weer de twijfelkant op, ik weet het ineens niet meer. 0. Feyenoord Roda JC 2-0. Sparta FC Twente 1-1. SVV Dordrecht NAC 1-3. Go Ahead Eagles tegen FC Utrecht 2-2. Groningen-Volendam, een hele spannende wedstrijd, 2-0. NEC Cambuur 0-0. Excelsior Den Haag 1-0. VVV Haarlem 3-0. Je doet ze goed. Top Os tegen Eindhoven 0-2. Hè? Het is toch meer de poëzie kant op. Ze moet toch meer de poëzie kant op. Het is toch klinkrare poëzie? En tot slot Fortuna Sittardia tegen PSV 2-0. Ketterij.
get the train now. Laten zien. Laten zien. Ze zitten erin. Je ziet het. Verder. Ja, natuurlijk. Kijk, ze kunnen heel veel, ze kunnen heel veel. Ze kunnen heel veel doen, maar... ik blijf het gevoel houden dat ik gevangen zit in een verkeerd lichaam. En het is moeilijk om daar berusting in te vinden. Want wie wil er nou gevangen zitten? Niemand, hoor. Dus... Jalling is op boerderij geboren, dokter is west en de vroedvrouw is west. Alles zat erop en eraan. En hij is, goudjochie. Ja, het was nou gewoon jongetje. Hij ging op fijn naar school, ging groen naar school. Altijd op fiets naar ons werden en dan kwamen we weer fluiten en huis. En dan, hij op ook wel midden op boerderij, had er geen enkele muiten met. Dat deed ik in. In het begin maakten we al dat er wat aas was. Hij wil ze altijd uitkleiden en dan ging hij naar boeten. Op stroot. Ja, ja. Te dansen enzovoort. Ja, maar dat ging je ook eigenlijk niet. Nou ja, god, ik had er natje muiten mee. Hij vond het vreselijk. Ja, ik vond dat ook wel heel slim, hoor. Het is ook mijn eigen kind. En we mogen ook geen tjalling meer nemen, toch? En we mogen hem ook geen tjalling meer nemen. Ik wist dat er iets aan de hand was, maar ik wist niet wat. Ik voelde natuurlijk dat er wat aan de hand was. Maar ik wou weten wat het was en dat wist ik niet. Maar dat er wat was, dat wist ik. Natuurlijk wist ik dat, alleen ik wist niet wat het was. En ik heb het heel lang verborgen gehouden. Je denkt toch dat je abnormaal bent. En op een gegeven moment wilde ik mezelf van kant maken. Ik had er geen zin meer in. Ik was heel erg ongelukkig. En Gerrie vroeg vaak aan me van, wat is er dan? Wat zit je dwars? Maar ik kan je alles zeggen, dat weet je toch? Maar ik kon het niet. Ik kon haar niet zeggen, je man heeft behoefte om in een rokje te lopen. Ik schaamde me er heel erg voor. Ik had een ketting van die kleikraaltjes en met een bijpassende bros erbij. En die was ik op een dag kwijt. Nou, bij weken was hij weg. En op een gegeven moment vond ik die dus in de schuur achter zijn workmeet. Nou, toen wist ik dat er wat aan de hand was. Nou ja, eerst heb ik met dokter Timmers toen een keer gebeld, hoor. Daar heb ik ook wel weer weken over gedaan voordat ik dat durfde eigenlijk, hoor. Zo met je eigen huisarts er dan over te beginnen. Nou ja, die heeft ons toen doorverwezen naar de NVSH in Groningen. En toen
Toen later is hij nog helemaal doorverwezen naar Amsterdam. Naar de NVSH ook, omdat ze daar dan toch wat gespecialiseerder zijn in dit soort problemen. Afhankelijk was het contact tussen Tjalling en mij was heel stug. Het was eigenlijk amper contact. Heel afstandelijk. En toen heb ik hem over kunnen halen om in een praatgroep transseksualiteit te gaan zitten. En ik wil hem via die praatgroep eigenlijk de mogelijkheid geven om zelf beter te ontdekken wat er nou precies met hem was. Het gaf mij een enorme bevrijding om weer een rokje aan te trekken. Het gaf me een bevrijdend gevoel, vind ik lekker. En om het te versieren, mooie kralen omdoen. Maar ik had niet de behoefte om een bustehouwer aan te trekken of zo. Hè. Pinties of zo. En dat deden de anderen in de groep wel. Die anderen van de groep wouden echt vrouw worden of zo. En ik niet. Dus ik voelde me ook weer buitengesloten van die groep. En dat was het probleem. Het ging toch gewoon eigenlijk heel slecht met hem. Ik heb hem toen opgenomen. Om hem gewoon goed te kunnen observeren. Dat was een sessie in de praatgroep. En toen zette ik op een gegeven moment een muziekje op. En dat was Afrikaanse muziek. Dat doen we wel eens om los te komen, een beetje te dansen. En dat was echt met trommelmuziek. En volstrekt onbekend hoor. En Tjalling die ging daar opeens dansen. En die ging door zijn hurken. En die begon graafbewegingen te maken. En daar zat ik echt met verbijstering naar te kijken. En het gekke was, het was muziek van een tribal stam uit Zaïre, Surma's. Dat wist hij allemaal niet. En het was begrafenismuziek. En als je dan die link legt van, hé, ik weet wat voor muziek het is en ik zie hem bezig, denk ik van, volgens mij is het meer een transraciale overgang dan een transseksuele overgang. En ik zag in de praatgroep transseksualiteit, daar waren een aantal mensen die soortgelijke problemen hebben. Wat ik toen heb gedaan is een aparte praatgroep gemaakt, transracialiteit. En nou, dat is bijna een doorbraak geweest. En het grappige is dat als je internationale vakliteratuur nu erop naslaat, dat ook in Amerika en andere landen, daar groeit ook een dergelijk besef. Nou, we waren in elk geval blij dat hij weer thuis was natuurlijk. Hè? En dat je dan, dat je er echt voor gekozen hebt en dat je er dan aan kunt gaan werken, aan die nieuwe identiteit. Dat je aan de slag kunt. Dat die hele onzekerheid voorbij was. Dit is het. Hier gaan we aan werken, hier gaan we mee door. Daar was ik heel blij om, dat een soort punt gezet was of zo. Nou ja, toen hij uit het ziekenhuis kwam voor zijn oren, toen hebben we het ook wel aan zijn ouders moeten zeggen natuurlijk. Het is het jochie, nooit meer. En dat is het. Wie moet nou moeilijk van Veurstad van zo'n kind? Wie heeft ook gedacht dat hij dan op boerderij zou komen met dit en dat? Er is allemaal niks van. Hij had wel net een vrouw, maar ik zeg, nou, die vrouw, er is niks van te zeggen. Die vrouw die meint er ook wel gehad. Maar die kreeg die jongen ook niet in het spoor. Nee. Die kind er ook niks met begonnen. Hey, Douwe, denk even om Heino, dat het niet bij de taart gaat. Het zwaarste vond ik het om het tegen mijn kinderen te zeggen. Ik heb op een gegeven moment gezegd, papa is geboren in een verkeerd lichaam. En dat was moeilijk. Maar die drang is zo groot bij mij, zo verschrikkelijk groot. En die drang die overheerst de angst om het dierbaarste wat je bezit te verliezen. Douwe, toe nou even. Ga nou even kijken, die hond loopt daar, die taart staat op tafel. In Zaïre hebben ze een spreekwoord en dat zegt Mpala Ndira Mburu. En dat betekent letterlijk, dood je kind als je vecht voor je ideaal.
En dat zegt het eigenlijk allemaal. Ik ben heel benieuwd of jullie een keuze hebben kunnen maken waar je nou het liefst in je land wilt wonen. Ik geef je een vlaggetje met je naam erop. Prik het eens in je plaats van bestemming. I Ching. Het is een beetje moeilijk omdat de kaart zo klein is. Maar het zit in dit gebied hier. Zaire. Ja, het zit ligt op het grensgebied tussen Zaire en Oeganda. Ja. Ja, zelfs op deze kaart staat niet. Er staat hier wel van dat Wereld Natuurfonds dat er een reservaat is. Maar ik heb thuis wel uitgebreide kaarten van. Dat staat hier niet op. Hoe voel je? Ja. Het is toch een gevoel van thuiskomen. Je moet het zo zien. Iemand die gehandicapt is. En die zijn handicap overwint, die krijgt een bepaalde veerkracht. Vechtlust. En door die vechtlust bereik je juist eindelijk het doel. Ik weet van mezelf dat ik een surma ben, dat weet ik. Maar ik weet natuurlijk ook dat er nog een hele lange weg te gaan is. Dat weet ik ook. Dat weet ik. Maar het is jammer dat ik het niet goed aan kan wijzen, natuurlijk, hè, nu. In welk stadium gaat u tot operatie over? Dat is een moeilijke vraag. Ik neem die beslissing natuurlijk niet alleen. Dat is een overleg met de staf en daar hebben andere mensen, ja? Familie ook. Eigenlijk als alle betrokkenen er 100% van overtuigd zijn dat de stap verantwoord is. Dus niet alleen de persoon in kwestie, maar al die mensen eromheen. En dan? Ja! Ja, maar het punt is, met die normale pijlen gaat het goed, maar ik moet ze nu. Ik heb mezelf voorgenomen dat ik toch de komende periode wil proberen om ze zelf te maken. Het valt me dus op dat het moeilijk is om de balans in de pijlen te krijgen. En die afzoekkabel, Charlie, daar moet me echt wat aan doen. Die afzuigkabel is al weken kapot. Dat is zo lastig, hè? Diepen of de platte borden? Hé, hou de smil op. Diepen. Hij is nou halverwege die pigmentkuur, hè? Een dikke maand of zo. Mag ik straks weer schoonzetten? Schoonzetten? Tuurlijk, jong. Dat mag nou, hè? Charlie? Ik lust dat nooit. Moet je me er niet? Het is soms wel eens moeilijk, maar... het gaat ook wel goed. Ja, en dan valt het weer tegen. Dat heb je natuurlijk in elk huwelijk wel eens. Zoals het er nu eruit ziet, krijg ik over 7 maanden mijn neusoperatie, die gaat verbreed worden. En 9 maanden daarna krijg ik mijn lippen. En dat is natuurlijk een heel emotioneel moment voor mij, omdat het voor de surma's ook het hoogste is, het belangrijkste is, hè, dat ze van die brede lippen krijgen. Ja, ik vind dat heel moeilijk, hoor, die lippen. Ja, daar heb ik toch best wel veel moeite mee. Met die lip. Ja. Ho. Hebbert. Dank je zeer. Eet lekker. Ja, jongens. Geniet ervan. Zelf gekweekt uit de diepvries. Best eten. Hou daar eens met op. Met Fergie. Pa doet toch ook?
Dat ziet er prachtig uit. Heel mooi is. Ja. Nou, is heel mooi geheeld. Prachtig. Ik ben alleen een beetje verkouden. Verkouden? Nu, ja. Ja, maar dat gaat daar wel over. Hoef je niet over in te zagen. Dat is vaak zo na zo'n operatie. Dit betekent dat we de laatste fase nu in kunnen gaan. De isolatiefase. Dat betekent dat we ons eigenlijk gaan voorbereiden voor een proefuitzetting. En wat dat betreft, zo heb ik heel goed nieuws. Want ik heb bericht gekregen van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Oh. En die hebben samen met het Wereld Natuurfonds hebben ze een plek voor je in een reservaat in het hart van Zaïre. Voor een proefperiode. Ja, hè? Dat gaat goed allemaal, ja, hè? Ja, dat gaat geweldig. En wat we dus nu gaan doen, is dat we thuis, bij jou thuis, hiervoor gaan oefenen. En je moet leren om jezelf te isoleren. We gaan dieet voorschrijven. Ja. Je moet je eigen eten verzorgen, vangen. Je moet het ook bereiden, hè? En dan gaan we daarna, als dat achter de rug is en allemaal goed gaat, dan krijgen we overleg in de staf en dan beslissen we of we de laatste, de belangrijkste, meest ingrijpende operatie gaan doen. En dat zijn dan de lippen, hè? Ja. Maar goed. Gaat allemaal goed, hè? Ja. One, two, three. Here, I feel here. Yes. Again. Yes, again. Stil, stil. Papa probeert wat te zeggen. Hij heeft zich gesneden. Ga jij hem de pleisters? Schiet nou even op! Hier, breng hem naast de klomp neerleggen en niks tegen hem zeggen. Niks tegen hem zeggen. Zak meer, zeg maar. Moet je niet binnenkomen, man. De boel wordt nat, hoor. Ja, zo veel. Kom maar, we gaan naar binnen, hoor. Haal de auto op. Ketter 2 nou. Laat eens zien. Zal in? Nou, ze zitten erin. Je ziet het. Verder. Thank you.
Ja, nou, dit moet je zien als mijn zondagse pak. Dit dragen de Surma-stam alleen maar tijdens de slachtingsrituelen. En dus kan het dus eigenlijk nooit aan, omdat ik niet zelf kan slachten. Ik kan wel zelf slachten. Maar het is verboden om zelf te slachten. Dat moet je doen in een abattoir. Het is verboden om in Nederland zelf te slachten, dus. En ik ben nog niet zo ver om naar een abattoir te gaan, zo. Zeg maar. Trouwens, de abattoirs zijn hier s'nachts niet open, dus het zou sowieso niet gaan. Want de Surma's die slachten alleen s'nachts, bij volle maan. Dus. Ik heb je verslagen gekregen. Ik vind dat je een beetje laat aan de bel trekt, Johnny. Echt, ik maak me een beetje zorgen. Te weinig slapen, te veel af. Hoe is het met je oor? Goed, ze hebben het over. Oké. Maar... waarom slaap je nou zo slecht? Zouden we toch weer in een, onbewust hoor, maar toch weer in een twijfelperiode zitten? Oh nee, nee, dat zeker niet. Nee, ben je weer nog vorig jaar Pasen? Toen zei je ook nee, nee, nee. Nee. En toen ging het er dwars mee. Ik heb eerder het gevoel dat het andersom is. Dat het, dat je het graag wil? Dat ik het graag wil. Ja, dat zou best eens kunnen. Dat je te snel gaat. Ik denk dat het goed is om dingen niet te overhaasten, gewoon alles in zijn eigen tempo te doen. Ik moet het sowieso met de staf overleggen. En ik denk toch dat ik een negatief advies ga uitbrengen. Over die operatie. Ik denk dat het te snel is. Ik denk dat we gewoon nog even rustig moeten wachten. Ik denk dat we de proefperiode nog even moeten verlengen. Ik denk dat we over een paar weken eens moeten kijken hoe het dan gaat, want je moet op gewicht komen. Je moet goed slapen, anders beginnen we daar niet aan. Is dat oké? Gerrie? Ja? Ja, ik weet niet. Hij zit nou overal tussenin, hè? Ja. Dus hij voelt zich eigenlijk hier ook niet meer echt thuis. Nee, dat is altijd zo met dit soort overgangen. Op een gegeven moment dan zit je er tussenin, maar als je te snel gaat... Dan vertrek je niet goed van jouw punt en kom je ook nooit goed bij een nieuw punt. Dat is... voor de kinderen wel beter als het nog even duurt. Nou. Hoor? Wat denk je, Johnny? Is het oké? Okay? Het is echt het beste van je, man. Het is voor jou moeilijk, begrijp ik wel, maar we moeten echt eventjes nog... Komt ook door het slaapgebrek alleen al, hoor. Hij kon hij nooit goed tegen. Zo. Ga zitten. Charlie. Of zullen we afspreken dat vanaf nu is het I Ching? Goed. I Ching, dat vind dat ik goed. Luister, het gaat nu hard. Want we gaan 9 juni vliegen we naar Zaire. En dan ga je naar het reservaat. Voor je proefperiode daar. Ja? 9 juni stappen wij in het vliegtuig. Yes! Hoe voelt dat? Hey, hoe voelt dat? Ook een beetje.
beetje bang. Beetje bang. Ik ga, hé, we gaan samen, ik ga mee. We gaan samen in het vliegtuig daar naartoe. Ik wil precies weten hoe je daar zit en waar je daar terecht komt. We gaan het samen doen. Geweldig. Geweldig, hè? Ja. Ik wil ook nu even zeggen, ik vind dat je het fantastisch hebt gedaan. De hele periode, vanaf het begin tot nu, met een inzinking en alles, geweldig. En ik kan je nu vertellen hoe ongelooflijk blij ik ben. Gefeliciteerd. Dank je. Eindelijk. Echt gefeliciteerd. Zo. Ik heb aan wat verdiend. Van ons eigen laat. Dank je, dank je. Niet triest kijken. Je kijkt triest. Nog goed. Ik weet nog dat het goed komt. Als terugkom, als nooit gehoord, als terugkom. Lief zijn en goed op mama passen. Oh, dankjewel. Van het land. We gaan. We gaan. We moeten nog parfum kopen. Maar dat die jong dan borstneger worden wil, waar ons een keer dat nou wordt? En ik heb laag gedacht, het zou mijn schuld wel winnen, want ik heb mijn vrouw een keer gezegd, mijn jong, doe maar zwarte piet spullen. Oh, onze dokter Timmers, die zegt dat is onze schuld, nooit. Hé, hey, dokter heeft dat ook wel duidelijk gezegd. Maar ja, jong wil nou niet met Jan gaan, nou, Nooying. Nooying was zo'n naam. Ja, Nooying, ja, komt dat vandoor. Thank you.
Hebben jullie die hydrogel? Ja. 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 Die staat geëtaleerd, die staat hier nu niet bij. Die is verkoelend, die werkt geweldig. Ja. Ja. Dat verkoopt zichzelf. Ja. 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 Ja, het verkoopt natuurlijk ook zo goed, omdat het gewoon hele goede kwaliteitsproducten zijn. Ja, het is de Rolls Royce onder de cosmetica. Scenes Behind the Scenes nemen we u weer mee naar de mens achter de bekende Nederlander. Geboren als zoon van een sigarenboer in Schiedam, verleden jaar nog door diverse damesbladen uitgeroepen als de ideale schoonzoon en door het maandblad Esquire als zakenman van het jaar. Een man die iedere keer weer de hitlijsten weet te bestormen met songs die alleen hij naar de harten van zijn fans weet te brengen. Spontaan ontvangen door zijn beeldschone vrouw Mariska, hier is de maestro zelf. Altijd goed in het pak, heer en meester in zijn vak. Hier is, of beter nog, stel jezelf even voor. Hallo, ik ben Ron Selling. Bloemen voor jou. We zijn gek op de natuur, allebei. Nou, dit is Ziethoek. Dat is Yvonne, mijn schoonzus. De zus van Maris. Die helpt ook mee in het bedrijf. Die houdt mijn agenda bij. Ja, alles. Zullen we even naar boven lopen? Ja. Ja? Laat het even zien. Bel jij Frits nog voor mij op? Ja. Zeg maar, nou ja, pas er maar in. Ja, ja? Prima, doe ik. Stef de bloemen in het water, goed? Verschrikkelijk druk mannetje. En Maris heeft het ook altijd druk, altijd. Ja, meer in de huis dan en om het huis heen, tuin, alles. Maar Ron, ene afspraak naar de andere afspraak. Dus maar je hebt het helemaal meegemaakt? Ja, ja, ik heb inderdaad bijna vanaf het begin allemaal meegemaakt. Ja, het was echt succes, klaar. Het is begonnen, het is niet meer gestopt. Het stopt niet meer. En ik hoop het niet, nee, ik denk het niet. Natuurlijk niet. Het is een kanje, klaar. Leuke vent, lief, altijd gezellig. Nee, het is echt een wereldvent. Lekker kunnen we lekker met de benen lang uit, hè, Maris? Sorry. Ron heeft zijn Mariska 8 jaar geleden leren kennen in de winkel van zijn vader. Al meer dan 7 jaar gelukkig getrouwd, laten ze ook trots zien wat ze in al die jaren hebben opgebouwd. We beginnen zoals gewoonlijk in de, en zeg het maar, Ron. Slaapkamer. Als we een keer op een zondagavond allebei vrij zijn. Vroeg naar bed, boekjes mee, tv aan. Lekker hoor. Ja. Nou, en ruime kasten. Dat vinden we ook heel belangrijk. Nou, dit is de badgedeelte. Dit is, kunnen we met z'n tweeën in. Maar meestal gebruiken we de douche. Ja. Want anders krijg je, er komt vaak water overheen. En dan zit je hier met die van die natte handdoeken. Bubbelbad. Dat spreekt ons erg aan. Nou, mooi uitzicht. Leuker. Ja. Zoals je ziet, nou, we lopen straks wel even naar buiten. Zie je dat we bij het zwembad heel optrekje hebben, helemaal mooi in de Griekse stijl. En binnen hebben we beelden ook staan uit Griekenland. En, ja, Griekenland is toch de bakermat van onze beschaving. Ja, zeker. Hè? Dat vinden we toch allebei wel heel belangrijk. Ja. We hebben een bungalow in Corfu en daar gaan we minstens 2 keer per jaar gaan we naartoe. Ja. Ron komt iets later als mij. Ik ga samen met mijn zusje erheen. Ja, en, meestal moet ik, heb ik toch nog snabbeltjes. En dan, als ik er ben, dan vlieg ik soms wel eens terug. Hoor, als ik Er is gekozen voor modern klassiek. Doen jullie eigenlijk veel aan het huis? Ik wel. Met Ron iets minder, want je hebt het druk met het hele studio gebeuren. Maar, ik laat het echt over aan Maris, hoor. Ja. Alles wat ze doet, vind ik mooi. Ja, hij vindt alles best. Dus ik ben daar heel veel mee bezig. Maar we laten de rest wel even zien. Ja, tuurlijk. Nou. Dit is de tennisbaan. Hier tennis af en toe wel eens. We begonnen opeens in de 2 weken les. Een uurtje. En dat gaat nu. Aardig. Gaat ook. Gaat goed. Gaat heel goed. Gaat heel goed. Ja. Vrienden tennissen hier. Er komen veel mensen vrienden tennissen. Ja. Dat is
Saskia en Serge zijn gek op tennis. Ja. En behalve Saskia en Serge, Connie van der Bos ook Harry Mens, Gordon en zijn nieuwe vriend enzovoort enzovoort. Hun huis is één grote zoete inval voor vrienden en collega's uit het vak. Weer de logeerkamer. Ja. Hier slapen de mensen die bij ons blijven logeren. Mijn zus die slaapt hier dus ook wel eens als ze blijft of ze komt voor onder de zonnebank. Dries Groevink heeft hier geslapen met zijn vrouw. En Sjaakje Spijker, omdat ik met haar songs heb doorgegaan. Ja. En die is niet lang gebleven. Nee, die is een paar dagen gebleven. Toen is ze weer weggegaan. Zullen we doorgaan? Scenes behind the scenes opent deuren die voor anderen gesloten blijven. We duiken in de catacomben van hun kapitale villa en zien dat er ongelooflijk veel tijd, liefde en energie gaat zitten in het onderhoud van hun gemeenschappelijke hobby. De passie voor mooie auto's. Deze heb ik dus gekregen. Nee, verdiend. Ja. Ja, hier rij ik lekker. Heeft ze erop geplakt? Ja, heb ik een hele tijd niet in de gaten gehad, hè. En als we naar het strand gaan, dan gebruiken we deze auto's niet hoor. Dan gebruiken we. Die is echt als we met. Als we naar het strand gaan of zo. Eigenlijk rijd ik alleen maar in de Mercedes. De rest staat meestal binnen. Nou, dit zijn mijn wagens, een kristal. Ieder jaar krijg ik er een cadeau van Maris. Ik ben benieuwd wat ik volgend jaar voor je krijg. Ja, vast en zeker weer zo eentje. Dat is toch het liefste wat je graag wil hebben. Auto. Hier, dit is misschien wel leuk om te laten zien. Dit is, heb ik ingelijst, dit is mijn eerste betaalde opdracht geweest. Hier is mijn carrière mee begonnen. Hè. En dit ben ik ook. Vind ik leuk om te hebben. De foto heeft voor Holland een speciale betekenis. Ja, nou, het is een beetje symbolisch, hè. Omdat ik dankzij die fotosessie ben ik in contact gekomen met Willem van Kooten. Joost de Draaier. En, die zag wat in me. Wat wist hij niet, toen nog niet. Maar hij zag dat ik wat had. Alleen hij wist niet wat dat was. Nou, en dat wisten we zelf ook, dat ik wat had. Alleen moet je erachter komen wat dat is. Hè. En twee dagen later ben ik met Joost de studio ingegaan. En zijn we wat gaan pielen en we hebben een plaatje opgenomen. Dat klopt meteen erg goed. Ja. We hadden meteen de goede sound van mij te pakken. En Willem zei van, nou dat gaat wat worden. Ja, het was mijn eerste hit. Hè. En ik weet dat de leuzen die we op de muren schreven iets veranderen. Van de supermachten ons manipuleren, terroriseren als voorheen. Yeah.
Nou, dit is mijn kamer. Werkkamer. Nou, hier zit ik dan. Achter mijn bureau. Dan neem ik met Yvonne de post door. Kijk, dit is een proef van mijn nieuwe cd. En kijk hoe dat veranderd is. Hè. Je hebt hier heel leuk, vond ik. Je pan. Het was heel raar toen ik met Kijk naar het Kind doorbrak in Nederland. Eigenlijk datzelfde najaar is hij internationaal uitgebracht. En ook in Aziatische landen bleek het heel erg aan te slaan. Lee, ahoy. 91. Ja. Dit is tijdens een Edison. Voor Look Behind. Nee, niet True Confessions. Dit was voor Look Behind. Look Behind kwam uit in 1991 en markeert een minder prettige periode in het leven van Ron en Maresca. Het is al lang geen geheim meer dat zij vechten om een lang gekoesterde kinderwens in vervulling te laten gaan. In 91 was het dan eindelijk zover. In blijde verwachting van hun eerste kindje liep Maresca echter een virusinfectie op tijdens een slopende tournee in Maleisië, waardoor de zwangerschap in de zesde maand abrupt moest worden afgebroken. Overmand door verdriet dook een gebroken Ron de studio in en schreef hij samen met Bolland en Bolland de ballad Look Behind. Helaas blijft de plaat voor hun actueel, want nog steeds is die lang gekoesterde wens niet in vervulling gegaan. Dit is de derde keer dat we hem helemaal opnieuw hebben ingericht. Dus we zijn heel hoopvol. Nog steeds, ja. Mariska heeft 3 maanden geleden een miskraam gekregen. En dat staat al in de bladen. En de bladen, je hebt ze nodig. De bladen hebben mij nodig en ik heb de bladen nodig. Maar als het dan wel zo is gebeurd en het staat zo in de bladen. Ja, het hoort erbij en het doet pijn. Wat doe je er tegen? Het hoort erbij. En Maris en ik gaan gewoon door, want die liefdesbaby die moet er komen. En die komt er. Ja, we blijven proberen. Ook Mariska heeft voor haar verdriet een artistieke uitlaatklep gevonden. Ik ben Roland boetseren, proberen te boetseren. Dit is vrij moeilijk. Maar ik vind het wel heel erg leuk als het me goed lukt uiteindelijk. Dit is wel heel moeilijk, want hij zit niet goed stil. Ja, dat is niet waar. Je zit continu of te bellen of je kijkt ergens anders heen. Dus elke keer heb je weer een andere stand van je gezicht. Hey, Bob. Nee, joh, goed. Hoe zie je de telefoon er nou bij? Nee, absoluut niet. Dat zou wel geestig zijn. Nee, want dan moet ik elke keer wat anders gaan verzinnen om erbij te boetseren. Dan zit hij weer met een boekie, of dan zit hij weer met een Nintendo of met een telefoon. Ik kan het ook niet langer dan een half uur van hem verwachten hoor, want dan kapt hij er onmiddellijk mee. Het is niet dat ik elke dag hiermee bezig ben, want hij is natuurlijk ook heel veel weg. En hij heeft natuurlijk niet altijd tijd om ook maar zo in die stoel te gaan zitten. Dus dat is eigenlijk alleen zeg maar het gezicht, dat heb ik echt zelf nodig. En als ik met dat haar, dan kan ik zelf altijd als ik tijd heb een beetje erbij. Zit het ook met foto's? Dan pak ik een mooie foto van hem waar ik goed zijn silhouet kan bekijken. Profiel. Profiel, sorry schat, profiel. Ziet het er lekker uit zo, kleine vrouw? Ik vind het knap, ik zou het niet kunnen. Ja, jongens, lijkt dit of niet? Nou, kijk eens. Mwah. Niks mooier dan een kleine vrouw. Zul jij me even verloppen, dan moet je mij even binnenzetten, goed? Met deze kleren. Nou, ik vind het goed, ik wil het wel doen. Ik wil het wel doen. Vrouw heeft de broek aan, hoor, in huis. Wat doen Ron en Mariska nog meer in die spaarzame momenten dat ze samen zijn?
als ik even niet werk, dan zorg ik altijd dat ik met Marissa met z'n tweeën zijn. Samen, ik vind niks fijner om samen met Marissa lekker op de bank te zitten, televisie te kijken met een zak chips erbij of zo. Met lekkere kleren aan die makkelijk zitten, dat ik niet zo met mijn uiterlijk bezig hoef te zijn. Of lekker buiten hier, dat is natuurlijk ook heerlijk. En Marissa die heeft gekozen, bewust gekozen voor een carrière achter de schermen. Die houdt niet om op de voorgrond te komen, hè? Dat wil ze niet. Ze houdt zich in de vrije tijd natuurlijk bezig met het huis en met haar hobby, het boetseren. Maar het meeste van de tijd gaat toch zitten in de kleding. Ze geeft kledingadviezen, ze zorgt uit. Ze zorgt dat de dingen bij elkaar passen. En ze houdt op lijsten bij wanneer ik wat waar aangehad heb. Dus dat ik nooit twee keer dezelfde ensembles aan heb. En dat doet ze goed. Dus zonder Marissa zou ik het niet redden. Ze is echt absoluut mijn redding. Dit heeft hij naar een circusgala aangehad. Het is, ja, dat is heel opvallend wel. Deze nog. Dit is ja, ook voor hele nette gelegenheden. Deze heeft hij voor het laatst, was niet zo leuk, bij de begrafenis van zijn vader aangehad. En ja, nou, dat is hartstikke goed allemaal. Dit is een heel... mooi pak. Dat heb ik dus, heeft een vrouwtje van mij in Rwanda gemaakt. Dat, daar gingen wij naartoe voor een liefdadigheidsfestival. En dat zag ik daar toevallig en dat heeft dat vrouwtje van mij helemaal op maat gemaakt. Nou, dan heb ik dit pakje nog. Dus een mantelpakje, paars met zwart. Dat staat me ook altijd wel leuk bij mijn blonde haren. Het is met bont aan. Het is geen echt bont, absoluut niet. Want daar zijn wij dus allebei echt ontzettend tegen. Daarom draag ik dus ook geen echt bont. En met sieraden? Sieraden, ja, daar hou ik wel heel erg van. Altijd ja, oorbellen, kettingen, dingen in mijn haar. Vind ik ook wel leuk, heel vrouwelijk. Ja, vind ik heel mooi. Allemaal glinsters en dingen, daar hou ik wel van. Een mooie ring. Die heb ik laten maken, had Ron zelf bedacht. Ik vind het wel leuk. Dus, wat je op je aan je kettingen. Ja, die heb ik voor de kerst gekregen van Ron. Representatief en opvallend ontspannen verschenen ze op de première van Rons eerste speelfilm, Accidentally Killing. De grote actiefilm die het najaar in 65 bioscopen in première ging. In Accidentally Killing speelt hij een niets ontziende privédetective die het opneemt tegen de witte woordencriminaliteit. Tijdens een routineonderzoek stuit hij op een internationale handel in kinderorganen en wordt verliefd op een Filipijnse au pair waarvan hij denkt dat ze infiltreert in het syndicaat van Afghaanse tapijtknoppers. Ik was ontzettend enthousiast gereageerd. Echt heel erg leuk. Heel enthousiast inderdaad. Ja. Hey, hoe is dat het? Is lang geleden. Goed. Ja, de vrouw Mariska. Collega's en critici hebben opvallend positief gereageerd op Rons acteerprestaties. Voor hem is dit een grote stimulans om door te gaan op deze ingeslagen weg. De weg naar het nog grotere succes. Ik hoor heel vaak mensen zeggen dat mensen zoals ik, die geen toneelspelopleiding hebben gehad, dat die vaak beter kunnen acteren dan mensen die een opleiding gehad hebben. Komt omdat ik het uit mezelf haal. Hè? Ik vind het echt zo'n fantastisch man en zo'n mooie rol. Met gewoon het stille spel van die man, er gaat zoveel om in het hoofd. Ja, van een hele mooie rol. Ja, ik heb genoten, ik ben heel positief. Ik vind het gewoon een fantastisch acteur, dus dan kan je gewoon vanuit een fantastische acteur moet je nooit in een hokje plaatsen. Daar kan je gewoon heel veel mooie dingen van zien. En dit is één heel mooi element van hem. Niebladen die help je aan mijn publiek. Die zorgen voor de publiciteit. De bladen zorgen ervoor dat mijn parfumlijn beter verkoopt.
dankzij de bladen heb ik mijn parfumlijn op kunnen zetten. Ze zijn begonnen met de bonnenactie. Dat als ze een abonnement, ik weet niet of ik de naam mag zeggen van de bladen. In de story is een actie begonnen met dat ze een, als ze een abonnement nemen, dat ze dan gratis een shampoo van Ron Selling krijgen. En dat zijn natuurlijk goede dingen. En daar heb ik de bladen voor nodig. En de bladen hebben mij nodig, omdat ik leuke plaatjes geef. Als er iemand is in onze vaderlandse showbiz die feilloos aanvoelt hoe hij zichzelf moet verkopen, dan is het Ron wel. Naast zijn eigen Ron Selling Record Company heeft hij sinds 3 jaar een eigen cosmetica-lijn ontwikkeld. Ron. Naast Ron haar- en huidverzorgingsproducten verkoopt hij Ron Aftershave en Ron Eau de Toilette. Dat hij niet alleen zelf gecreëerd heeft, maar waarvan hij ook de verpakking heeft ontworpen. Iedere keer probeert hij een perfecte balans te vinden tussen kwaliteit en zijn eigen gevoel van smaak. Het belangrijkste vindt hij dat zijn producten niet op de eerste plaats worden verkocht omdat hij zijn naam eraan heeft gegeven, maar dat men zich happy kan voelen met zijn cosmetica-lijn. Want schoonheid komt van binnenuit. Ja, mooi. Ja, volgens mij zou dat bezorgd zijn al, die fles. Dus die laten we moeten we opentrekken. En ik wou toch ook even, ik weet niet met wie ik dat moet doen, even naar de papieren kijken. Als je nu de verkoopcijfers ziet wat we verkocht hebben, we zijn echt de beste in Nederland. Hè? We hebben wel heel veel. Ja, en je weet dat jullie kaartjes krijgen voor de première, hè? Voor de filialen. Ja, nou, ja. En ook voor de andere filialen. Ja. Daar, wij hopen zodat de geur een succes is. Ja. Ja. Nou, en als je dan ziet ook de rest, joh, dat gaat als een trein. Iedereen staat voor je. De geur is uiteraard het belangrijkste. Kijk eens, je staat hier op ooghoogte. Iedereen staat, iedereen kijkt naar je. En die hydrogel. Ja, hebben jullie die hydrogel? Ja. Oh, ja. Die staat geëtaleerd, die staat hier nu niet bij. Die is verkoelend, die werkt geweldig. Ja. Dat verkoopt zichzelf. Ja. Ja, het verkoopt natuurlijk ook zo goed omdat het gewoon hele goede kwaliteitsproducten zijn. Ja, het is de Rolls Royce onder de cosmetica. Hier word ik lekker met rust gelaten. Hier kan ik pielen, dingen doen. Dingen doornemen, plannen. Voor zover er iets te plannen valt, want tot 97 zit ik vol, jongens. Ja. Zo gaat dat. Maar ondanks die druk van een volle agenda en alsmaar meer presteren, weet hij zijn humeur te bewaren. En is lachen prioriteit nummer 1. Want een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Nee. Maar nu vakantie dus, wij met z'n tweetjes. Hij komt ook een paar dagen aan. Nou goed, we gaan paracelen. Dan hang je achter zo'n speedboot met zo'n tuigje om en een groot... Ja, ik kan paracelen. Zij wel wel. Zij dacht van, ik ga paracelen. Zij dus gewoon zonder badpak, in de bikini, dat tuigje om. En die jongens die willen gaan starten in dat water. Dus ze trekken op. En zij, hup, ze gaat zo luchten. Maar die jongens die lieten dat gas los. Dus zij zakken weer in dat water. Flaks, onderbroek of zwembroek uit. En toen gaven ze weer gas. Nou, toen hebben ze dus 3 keer boven het strand zo staan bungelen met die benen. Zonder zwembroek. Zo genant, hè. Gelachen. Nou, ja, maar kijken. Ron, ik kreeg gelijk zo'n tok toen. Mijn tok kwam mijn tang uit. Ja, lekker. Voorlopig genoeg gelachen. Aan het werk. Waar gaan we vandaag snabbelen, Ron? Op naar Assendelft. Eerst Assendelft. En daarna Gorinchem. 2 vandaag. Thank you.
voordat er wordt opgetreden in het land, gaat de reis naar Aalsmeer voor een intensieve fotosessie voor een internationaal modeconcern. Tom Selling, de levende reclamezuil voor een groot publiek. Waar hij verschijnt, schiet de verkoop omhoog. Maar naast de verkoop van zijn eigen producten wordt er altijd plaats gemaakt voor non-profit acties. Een taak die hij dankbaar op zijn schouders heeft genomen. Wat is your name? Wat is, hoe heet hij? Gerrit. Spreekt hij geen Nederlands? Nee. Waar komt hij vandaan? Zaire. Komt hij echt uit Zaire? Oké. Is het een mannetje of vrouwtje? Stand up, stand up. Als artiest verplicht bent om je steentje bij te dragen aan het verschil tussen arm en rijk. Dat je er echt daadwerkelijk iets aan doet en je ervoor inzet. Voor het milieu ook. En de derde wereld, en daar ben ik ontzettend blij dat ik die deal heb kunnen sluiten met Benetton. Ik doe een actie voor de Benetton. Ik leen mijn hoofd. En ja, dat geeft voldoening. Dat is lekker. Dat je dat kan doen. Erbij kan doen. Ja. Als de druk van zijn werk rond te veel wordt, knijpt hij er soms stiekem tussenuit en zoekt hij de eenzaamheid op. Er is voor hem niets heerlijkers dan op zijn 8-cilinder motor een rustige plek op te zoeken in de vrije natuur. Mens. Ja, ik geloof heel erg in de natuur. De natuur is God voor mij. En het milieu, het is natuurlijk heel belangrijk dat je daar aan denkt. En wat geloof ik nog meer? Ik geloof dat iedereen krijgt kansen. Iedereen in de hele wereld, of je nou arm of rijk bent, dat doet niet uit. Iedereen krijgt kansen. En je moet weten welke kans je pakt. Welke kansen moet je pakken. Dat geloof ik heel erg. Dat je kansen krijgt die je moet pakken. Ja, daar geloof ik in. Ja, ik geloof heel erg in mezelf.
Ja, nee. Nee. Daarom. 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 Tuurlijk. Tuurlijk niet, daarom. Ben ja. 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 Daarom. Ja. Nee, Piet is uit vissen. Is vanochtend gaan vissen, dus ik ben alleen. Ja. Ja. Donderdag. Nee, donderdag, maar ik vier het vrijdag. Ja. 49. Nee, zeg. Nee, joh, ben je gek. Volgend jaar word ik pas 50. Ja. Volgend jaar word ik 50. En dan wil ik echt iets bijzonders doen, hè? Dan wil ik echt met de hele familie, met Jan en met Rob en Ankie, wil ik naar een centerparkhuisje gaan. Tenminste, als Rob en Ankie dan nog bij elkaar zijn, hè? Maar vrijdag vier ik het gewoon, nou, zoals altijd. Ja. Ja. Je komt toch wel? Ja. Daarom. Daarom. Ja, ja. Daarom. Tuurlijk. Daarom. Ja. Nou, moet je zelf weten. Als kom je gewoon de hele dag. Oh, oh. Nou, 's ochtends zo rond een uur of 11, dan komen de buurtjes op de koffie. Gewoon gezellig. Weet je wel? Tilly en Beb. Ja. Carla wist het nog niet, want die zit vreselijk met dat been van de man omhoog. Ja. Nou, en 's middags komt Ankie en Raymond al langsbrengen, want ze moesten werken. Ja, zei ik ook, maar het kon niet anders. Ach, ik vind het niet zo erg. Hè? Het kind vindt het heerlijk bij zijn oma. Nee, zeg nee, hij mag geen oma zeggen. Hij mag geen oma zeggen. Dat zeg ik ook altijd tegen Ankie. Nee, hij moet gewoon Kobi tegen me zeggen. En ook geen oma Kobi. Hij mag oma zeggen tegen die moeder van Rob, hè? Die is ook een stuk ouder. Nou, en dan zo rond een uur of vier, dan zal de rest wel komen. En dan zien we wel hoe het loopt, hè? Zal we weer een gekkenhuis worden. Ja. Ook niks bijzonders, nee. Ik ga niet ik ga niet de hele dag in de keuken staan. Daar heb ik geen zin meer in, hoor. Kalfsragoed, ik maak gewoon kalfsragoed. Gewoon ragoedbakjes, net als verleden jaar. Vindt iedereen toch lekker? De room. De room. Ben ja, lekker met bordje op schoot. Ja, ja. Nou, en ik bestel zo'n taart bij Van Schie. Zo'n fototaart. Fototaart. Ja, nee, dan kunnen ze op marsepein kunnen ze een foto afdrukken. Zo enig. Ik heb een foto bij Verschie, op de Binnenweg. Nee, dat is die dure winkel. Daar hebben ze altijd iets aparts in de etalage. Nee, ze hebben nu in de etalage. Nou, stel maar iets groter. Want als ik over heb, kan ik het altijd nog invriezen. Hè? Als je tekort komt is zo vervelend. Daarom. Als ik die vrieskist toch niet had. Nou, het is alleen zo vervelend dat Ankie haar vrieskist nou buiten gebruik is. Want die moest verplaatst worden omdat ze nu vloerverwarming krijgen. Ja, en Rob zou gelijk pakketlamellen leggen. Pakketlamellen. Nee, dat zijn hanglamellen. Dat zijn geen luxe flexlamellen. Die leg je niet op de grond. Het zijn een soort, ja, het is een soort houten kurken, nee, houten vloer, pakketvloer, maar dan van plastic. Ja. Ja, 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 ja. Ja, zit je ook zo vol? Ja, ja. Ja, ja. Ja, zo op een gegeven moment twee vrieskisten moeten hebben. Ja. Daarom. Wie? Ja, daarom. Oh, nee, oh, nee. Nou, als Ankie naar de werk gaat, dan komt ze Raymond brengen. En dan komt Rob hem later in de middag. Als hij klaar van het werk is, dan komt hij hem weer ophalen. Ja. Nou, ze is nu bijna groot. Ze is bijna in de zevende maand nu. Nee, maar dat wil ze zelf. Ja, ze wil zelf blijven werken. Ja.
Ja, nou ja, ik weet het niet. Er is iets aan de hand tussen die twee, maar wat het is, ik weet het niet. Wel dat er wat aan de hand is, maar wat het is, ik weet het niet. Maar wel dat er wat aan de hand is. Maar ja, ja, lieve schat, ik weet het niet. Nee, nee, helemaal niet. Helemaal niet goed. Ja, Ankie zegt zelf van wel, want ze zegt, ja, mam, we zijn weer met elkaar aan het praten. Dus ik zeg tegen haar, ik zeg, hoe bedoel je weer met elkaar aan het praten? Als jullie nu weer ineens met elkaar aan het praten zijn, zullen jullie elkaar dan niet meer ineens in de haren vliegen? Ik zeg tegen haar, ik zeg, misschien moeten jullie daar wel eens mee ophouden met elkaar te praten en gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan, elkaar een beetje met rust laten. Ja. Nee, ja, nee. Nee, toen zei ze van, ja, mam, jij hebt gemakkelijk praten. En ze zei van, ja, je mag je er niet mee bemoeien. En ze zei van, ja, je moet nou ook maar eens partij kiezen. Ik zeg tegen haar, ik zeg, Ankie, nou moet je eens luisteren. Je bent er wel mijn dochter, maar dat wil niet zeggen dat ik partij voor jou kies. Hè? Doe ik uiteindelijk wel, maar dat hoeft zij niet te weten. Toch? Daarom. Daarom. Ja, nee, nee. Ze zei dat ze nu samen met een, en toen noemde ze hem naam, met een relatieconsulent of een relatietherapeut, met zo'n man met wie je erover kan praten en er verstand van heeft, dat ze daar dan nu mee praat in groepjes en spelletjes doet. Tenminste, als ik het goed begrepen heb, want ze begon er zelf over. Nee, uit zichzelf, want je weet precies op de hoe ze is. Wat dat betreft lijkt ze precies op de vader. Ja. Nee, nee, lieve schat. Ze praten en ze doen spelletjes. Niet dat, nee. Niet dat soort spelletjes. Je gaat niet naar zo'n man toe om te rummikuppen of te scrabbelen. Het is geen vakantie. Nee, ze praten en ze doen spelletjes met andere getrouwde echtparen die elkaar ook haten en denken dat ze bij elkaar moeten blijven alleen vanwege de kinderen. En tenminste, als ik het goed begrepen heb, dan spelen de mannen de vrouwen en de vrouwen de mannen en dan praten ze erover en dan ruilen ze dat weer om. Nee, het heeft niks met seks te maken. Nee, het is geen partnerruil, ben je gek. Of misschien ook wel, want ze zouden ook nog gaan evolueren. Tenminste, dat zei ze dat ze aan het evolueren was. En Ankie zei dat het goed was dat ik ook een keertje mee zou komen. Nee, dat is ovuleren. Evolueren is dat je gaat praten over dingen waar je heel lang over gepraat hebt, zodat je er achteraf achterkomt waar je het over gehad hebt. Ja, dus ik zeg, lieverd, ik vind alles prima. Je kan Raymond brengen zo vaak je wilt. Ik wil je was doen, maar er zijn grenzen. Ik ga niet met zo'n man praten die naar me luistert. Wat moet ik zeggen? Dingen die ik mijn hele leven al lang zeg, waar nooit iemand naar geluisterd heeft. Die man zegt toch alleen maar dat ik erover moet praten. Ja, dat weet ik zelf ook. Ja. Eén groot wespennest. Ja. Oh? Dan moet je de GGD even... Nee, dan moet je de gemeente reiniging bellen. Het staat in de klapper, in die gele klapper. Telefoongids. Nou, ik had last van farao-miertjes. En daar komt er zo'n man langs. Ja. Nee, dat waren wespen. Dat was verleden jaar had ik last van wespen. Maar ik had daar last van farao-miertjes. Milieu. Ja. Nou, ik moest wel naar buiten. Mocht niet... Nee, hij had een ding voor ze. Ja. 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 Nee, maar pas die... Ik was bijna mijn pietje vergeten, zeg. Nou, ik merk het wel. Inademen. Ja. Ja. Tuurlijk, daarom.
Nou, ik zeg tegen hem, Jan, wat moet je eens luisteren. Wat maakt mij dat nou uit waar je gaat vissen, toch? Als je maar zorgt dat je vanmiddag op tijd thuis bent, voordat Rob Raymondje komt ophalen. Want dan kunnen ze samen die tuinstoelen voor mij ophalen die ik nodig heb voor mijn verjaardag. Want anders zou Jan dat in zijn eentje op zijn brommer moeten doen. Nou, zegt Jan, van, nou dat doet Rob toch nooit, want die tuinstoelen zouden er nooit in passen, want het zitje van Raymondje zit nog op de achterbank en dan zouden die tuinstoelen in de achterbak moeten en dan zou de achterklep open moeten blijven en dan zouden ze met een spin moeten werken om die deur dicht te doen en die spin zou dan weer de lak van de auto beschadigen of weet ik veel wat allemaal. Ik zeg, Jan, het maakt me niet uit, zorg er maar dat je op tijd thuis bent en dan vraag ik het wel aan Rob of die dat voor mij zou willen doen, want ik moest toch nog aan hem vragen of hij aan zijn moeder zou willen vragen waar ze die leuke papieren servetten vandaan had. Die servetten met die hertjes erop, weet je wel? Ja. 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 Ja, nee. Nee. Daarom. 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 Tuurlijk. Tuurlijk niet, daarom. Wij ja. 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 Jawel. Ze had van die leuke servetten waar een hertje op stond. En die wou ik ook hebben om onder die ragoutbakjes te doen. Ze had van die leuke papieren servetjes had ze op haar verjaardag. Ze had zo'n schaal met drumsticks gemaakt. En had ze om die poten van die drumsticks had ze van die leuke papieren servetten waar hertjes op stonden. Of een hertje. En hertjes. Oh, dat zou ook heel goed kunnen. Want ze hadden vroeger toch een dwergpinsje. Ja, dat was een dwergpintje. Alleen leek hij niet op een dwergpintje omdat hij zo dik geworden was. Wel waar. Want ze noemde die hond Bambi. En als ik dan Bambi zei, zei ze, nee, hij heet Bambi. Ja, want Jan noemde die hond altijd Bami. Daar werd ze zo kwaad om. Ja. Nou ja, in ieder geval kwam Jan te laat thuis. Want Rob was al lang weg met Raymond. En hij ging meteen de krant lezen. Ik zeg, ik ging er verder helemaal niet op in. Ik zeg, je zoekt het maar uit. Als je die tuinstoelen maar vanavond haalt. Op je brommer desnoods. Want ik wil ze vanavond hebben. Want ik wou ze nog schoonmaken. Want ik wou ze schoon en klaar vanavond in de meterkast hebben staan. Dan staan ze niet zo in het zicht. Want ik heb ze waarschijnlijk toch alleen maar op mijn verjaardag nodig. Als de hele bubs er is avonds laat, hè. In een kring. Ja, gezellig toch? Gewoon, ja. Ja, tuurlijk. Ja, daarom. Ja, ja, tuurlijk, daarom. Nee, tussen neus en lippen door. Ik zei tussen neus en lippen door, moet je eens luisteren, als jij toch met die belastingformulieren erop gaat, dan ga ik mee. En dan ga ik samen met Ankie wel boven de gordijnen in de slaapkamer doen bij haar, en dan kan jij rustig met Rob eens praten en gewoon eens vragen. Gewoon eens vragen hoe dat zit tussen die twee. En of het waar is wat Ankie zegt. Nou, die zegt dat Rob maar steeds zit te rommelen met de meid van zijn werk. Want Ankie, dat zegt ze de hele tijd. Ja,
Hij zit te rommelen met die meid van zijn werk. Dus ik vraag, wat bedoel je met die meid? Ze zegt, ja, hij heeft het altijd over een meisje wat pas nieuw is op zijn werk. Zo'n kind wat werkt op het secretariaat. Dat die meid zo leuk is en zo aardig is. En dat hij er zo mee kan lachen. Dus ik zeg, Ankie, ik zeg, luister nou eens naar je moeder. Zolang die jongen hardop over die meid praat, is er toch niks aan de hand? Toch? Precies. Daarom. Precies. Stiekem. Ja. Nou, zij niet. Omdat hij een keer op een avond zijn onderbroek verkeerd om aan had. Dus ik vraag, heb je dan gezien hoe hij ochtends vroeg die onderbroek aan had? Had hij hem toen al binnenstebuiten? Toch? Nou, Jan heeft zo vaak zijn onderbroek verkeerd om aan. Dan zie ik de remsporen aan de buitenkant van zijn onderbroek zitten. En dan ga ik toch ook niet meteen denken dat hij met een of andere vijf... Gewoon op 60 graden. Ja. Nee, met de theedoeken. Ja. Ja. Enfin, ik dacht dat het een goed idee was. Dan praat Jan met Rob en ik met Ankie boven. En dan zouden we daarna gezellig spijrips gaan eten. Nee, wel een voorwas. Nou, dat had ik niet moeten zeggen, want Jan vond dat ik me er niet mee mocht bemoeien. Ik zeg ja. Precies. Alsof we daar iets mee opschieten. Weet ik niet, maar het maakt me niet zoveel uit. Ach, van ja. Meestal geeft hij me een cadeau waar hij zelf iets aan heeft. Verleden jaar heb ik zo'n elektrische alarmbeveiliging gekregen. Dat is 2 jaar geleden. Ik weet nog steeds niet hoe dat ding werkt. En verleden jaar kreeg ik een coolbox. Die neemt hij altijd mee naar vissen. Ja. Ach ja, zeg, weet jij dat? Verleden week was er zo'n cool element uit die coolbox was gaan lekken. Is dat nou gevaarlijk? Nou, Jan kwam helemaal in paniek thuis. Hij zei, ja, misschien ben ik wel besmet met iets gevaarlijks. Ja. Moest alles weggooien. Terwijl ik toch alles gewoon eerst in alufolie doe en daarna nog eens extra een plastic zakje eromheen. Maar goed, ik heb die koelbox gewoon op het balkon schoongemaakt met wat bleek. En voor alle zekerheid, de boterhammen maar niet in de biobak gegooid, maar die neemt Jan nou mee als hij naar de chemokar gaat om de batterijen weg te brengen. Hoe is het nou met Bob? Gaat het goed? Huh? En wat zei de dokter? Ja. En wanneer krijgt hij die uitslag? Hé, hey, jezus. Ja. Hoe is hij er zelf onder? Kunnen ze niet eerst een stukje weghalen om te kijken of het kwaadaardig is? Ja. Kijkoperatie. Ja. Met zo'n camera, toch? Gaan ze met zo'n camera zijn mond in? Oh, jezus, en moet hij dan de hele tijd gebukt staan? Video. Is dat kleur of zwart-wit? Ja. Oh, ze zijn zo knap tegenwoordig. De room. Ja, wel stoppen. Wel stoppen met roken. Becel. Ja. 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 Nee. Niet zelf voor het zeggen, hè? Nee.
Ja, maar niet op mijn verjaardag. Nou, dat ze erachter komen. Er gaat niemand wat aan. Niemand hoeft dat toch te weten. Dat is toch iets tussen... Dat is iets tussen Ankie en Rob, en daar moeten ze zelf uit zien te komen. Natuurlijk. De zevende maand. Ja. Omdat ik nou al weet hoe dat loopt. Als die moeder van Rob komt, dan duwt ze me weer zo'n zelfgeborduurd kussen in mijn hand. En ik draai me om en ze heeft er tegen iedereen zitten te zeggen dat Rob zo'n goede jongen is. En dat allemaal de schuld van Ankie is. Want zo is ze. Zo is ze wel. Tuurlijk. Tuurlijk moet het uitgepraat worden, maar niet op een verjaardag. Ik wil gewoon dat het gezellig wordt, net als altijd. Ik wil het niet. Ik wil dat het goed komt, net als altijd.
Oké, ja. Ja. Nee, ik moet nu... Er wordt gebeld. Ik hang op nu, hoor. Ja. 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 Ja.